Goedenavond iedereen en fijn dat jullie hier allemaal zijn. Niet schrikken, ik ben het, hoi. Ontzettend fijn dat jullie hier allemaal zijn deze avond, de day after de Eerste Kamer en de provincieverkiezingen. Dat hadden we niet zo gepland, maar het is wel zo. Dus de verkiezingen zijn ook nog, hebben ook nog plaatsgevonden gisteren. Maar wij gaan het hebben over best een polariserende vraag. Tenminste, dat moest ik concluderen nadat ik op Twitter zag dat het op zich alweer heel veel polariserende reacties opriep. Namelijk, moet elke boodschap een eigen podium krijgen? Er is namelijk een beweging in Amerika, die platforming. Ik zal jullie heel eerlijk bekennen dat ik niet zo op de hoogte ben van de maatschappelijke trends dat ik hem kende, maar de programmeur hier gelukkig wel. En die zeggen, nee, je moet niet iedereen een podium gunnen. En mensen die niet geloven in vaccinaties, de antivaxxers of klimaatontkenners of politici met extreme ideeën, ja, daar mag je best voorwaarden aan stellen voordat die in jouw krant staan of op jouw televisieprogramma verschijnen. En dus is eigenlijk de vraag, mag je dan Pegida uitnodigen in je programma? Of is het een goed idee dat je als online platform klimaatontkenners die het menselijk aandeel in de klimaatopwarming ontkennen, want ik moet dat even goed zeggen, dat je die gaat weren? En hoe ga je eigenlijk om met politici die extreme ideeën hebben? Moet je die een interview geven in je landelijke krant? En ja, wie bepaalt dat dan eigenlijk? En waarom mag dat wel of niet? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, onzin. Iedereen mag een podium hebben. En dat is ook belangrijk. Want daar is de vrijheid van meningsuiting uiteindelijk voor bedoeld. Nou ja, daar gaan we het dus vanavond over hebben met een heel stel mensen dat er heel veel van af weet. En ik begin even helemaal aan die kant. Dat is Fidan Ekiz. Die hoef ik eigenlijk niet voor te stellen, maar ik ga het toch maar wel gewoon doen. Presentator van De Nieuwe Maan en schrijver, columnist, documentairemaker, programmamaker, oud-correspondent. En naast haar zit Erdal Balci, schrijver van een aantal boeken, ook journalist en columnist van De Volkskrant. Naast hem zit Corine de Vries, adjunct hoofdredacteur van De Volkskrant. Naast haar zit Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl. Daarnaast Marijn Oudenampsen, socioloog, politicoloog en gepromoveerd, en ik hoop dat ik dit goed zeg, op het gedachtegoed van conservatief rechts. Dankjewel, gelukkig. En daarnaast zit Ivana Ivkovic, politiek filosoof. Ze heeft een eigen bureau en promoveert. En ze schrijft ook onder meer voor de Groene Amsterdammer en Filosofie Magazine. Ik ben Maaike Schoon, ik ben freelance journalist. Ik werk onder meer op dit moment weer even voor Buitenhof, waar we echt nooit met dit thema te maken hebben. Of misschien wel elke week. En ik schrijf ook voor Vrij Nederland onder meer. Jongens, we hebben natuurlijk allemaal zo jullie eigen ervaringen met dit onderwerp, waar we het ook over gaan hebben. Maar ik wilde heel even beginnen bij de verkiezingen gisteren. Want je zag heel snel op Twitter, ik ben ook zo'n journalist die op Twitter kijkt en daar inspiratie vandaan haalt, dat de discussie vandaag vrij snel ging. Ja, die media, daar komt het eigenlijk door. Die hebben Thierry Baudet heel groot gemaakt. En was ik toch benieuwd, Marijn, wat jij ervan vindt? Ja, nou, ik ben het, en voor een deel ben ik het daar wel mee eens. Ik denk dat er wel degelijk een tendens is binnen de media om bepaalde ontwikkelingen te hypen. Hè? Dus we hebben heel vaak het beeld van een journalistiek als een soort van neutraal doorgeefluik van informatie. Maar wat journalisten altijd doen is selecteren welke dingen belangrijk zijn. Dat noemen we dan agenda setting. En ik denk wat je zeker de afgelopen 10, 20 jaar eigenlijk sinds de Fortuyn-revolt, er is er een beetje een gevoel onder de journalistiek van we zaten mis bij de Fortuyn-revolt en dat willen we niet nog een keer doen. Dus nu elke keer als er sprake is van dat er iets broeit, dan besteden we daar extra veel aandacht aan. En het gevaar daarmee natuurlijk is dat je trends kan uitvergroten. Daarbij heb je natuurlijk ook een ontwikkeling dat er nu clickbait is, of dat televisieprogramma's heel erg bezig zijn met hoeveel views ze genereren. Dus je wil controversiële sprekers. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een ontwikkeling dat Baudet eigenlijk de meest gevraagde gast is op allerlei tv-programma's. En dat zet een ontwikkeling in gang die dan kan leiden tot een spectaculaire opkomst zoals nu. En mijn gevoel in ieder geval is dat in de Nederlandse journalistiek daar heel weinig over gesproken wordt. En als je probeert om dat debat eens aan te gaan, ik heb het zelf wel een keer geprobeerd, dan krijg je hele stekelige en korselige reacties. Zoals? Nou ja, de ombudsman van de Volkskrant, de opinieredactie van de Volkskrant, die plaatste een stuk in reactie op mijn opiniestuk van iemand die zich een deugdpronkerdoder noemde en pleitte voor een eindoplossing van... voor de progressieve good mensen. Dus ik had echt zoiets van, wauw, dat is een hele inhoudelijke manier om het debat aan te gaan. En vervolgens was de ombudsman die zei van, ja, nou, wat er allemaal op Twitter leeft, dat weten wij niet. Maar wij bij de krantenredactie, wij pakken het gewoon, wij kiezen geen kant en wij gaan de lezer niet betuttelen. En dat is natuurlijk helemaal niet het argument. Het argument is niet dat je de lezer alles moet gaan uitleggen, maar het is veel meer dat je als journalist in de vormgeving van de publieke sfeer heb je een verantwoordelijkheid. En daar moeten we gewoon een publiek debat over voeren met z'n allen. En dat ontbreekt in Nederland heel erg. Nou, we doen vanavond een kleine poging, denk ik, tot dat publieke debat. Corine, jij bent een Nederlandse journalist en dan ook nog van de landelijke krant. En dan ook nog van de landelijke krant waar het net over ging. Ja, herken je je daarin dat er weinig op gereflecteerd wordt en dat je meehelpt aan het bouwen van een hype? Er wordt bij ons voortdurend gedebatteerd over, ook intern, over gaan we hier nu aandacht besteden, ja of nee? Wij zijn wel echt falikant tegen een cordon sanitair. En ik denk dat de opkomst van Fortuyn wel degelijk ook heel interessant was in het licht van een ander geluid op rechts naast Wilders. Maar deze week bijvoorbeeld merkte ik al op maandag was natuurlijk dat afschuwelijke drama in Utrecht. En toen was Baudet als enige liet zijn verkiezingsbijeenkomst doorgaan. Onze man in Den Haag, Frank Hendriks, die aarzelde, zal ik er wel naartoe gaan? Want dan geven we hem weer dat podium en ik krijg altijd Twitter massaal over me heen. Als ik daar aandacht aan besteed, toen is hij toch gegaan. Omdat wij ook zoiets hadden van, ja, het is nieuws dat hij wel een bijeenkomst heeft. Toen heeft hij een paar tweets van uitspraken van Baudet getwitterd. En vervolgens kreeg hij inderdaad weer ladingen, kritiek over zich heen. Hij heeft toen besloten, oké, we houden het in de krant heel rustig. Ik geloof dat er in één alinea alleen maar stond dat inderdaad Baudet ook een bijeenkomst had. En de volgende ochtend in de vergadering... hadden we daar toch spijt van, waren toch te terughoudend geweest, vonden we achteraf. Dus het heeft maar zo invloed. Zie je maar hoezeer het een dilemma is van, en hoezeer wij ons daarvan bewust zijn van het effect wat je hebt. Maar die bijeenkomst was wel degelijk gewoon heel erg relevant geweest. En wij hadden daar in de dinsdagkrant net iets te weinig aandacht aan besteed. Niet dat we daar nou iets heel groots op de 3 mee hadden, maar onder op de 2 iets uitgebreider had gewoon niet misstaan, denk ik. Het is nieuws. Ik vind het wel een shocking om te horen. Wat? Dat er überhaupt twijfel is over of daar aandacht aan besteed moet worden, omdat het wel eens heftige reacties... Nou ja, we hebben genoemd dat die bijeenkomst was. Maar de vraag is dan, hoe groot ga je die bijeenkomst behandelen? Doe je dat met een enorme reportage? Of hou je het wat soberder? Maar ik begreep dat het ook de vraag was of hij daar naartoe moest of niet. Ja, dat was hij zelf. Werd natuurlijk... Maar het is toch ook wel eens moe dat we daar bang voor moeten zijn. Ik heb daar echt problemen mee. Het gaat er toch niet om je bang voor bent? Het gaat toch meer om de representativiteit? Ja, maar uiteindelijk is de krant die daar verantwoordelijk voor gesteld wordt... als men daarover valt of de lezers daarover vallen... die handelt dan indirect, of direct eigenlijk, vanuit de angst. Wat anders? Nou, ik denk niet dat het angst is. Ik denk wel... Want je ziet... En met angst bedoel ik niet, heb ik het niet over fysiek geweld of wat dan ook, hoor. Maar het gaat juist op dat je... Kijk, wat het probleem in Nederland is... dat wou ik net al zeggen... je wordt hier heel erg snel in kampen gestopt... en je bent heel snel voor of tegen. En wij gaan ons daar een beetje ook naar gedragen. Hè? Als je daar naartoe gaat, dan representeer je iets... of dan neem je, hoe zeg je dat... stelling in, inderdaad. Dat is de angst waar ik het over heb. En dat bepaalt wel uiteindelijk onze keuzes. Ja, journalistieke keuzes, dat is niet mijn taak als journalist. Is het überhaupt mogelijk om geen stelling in te nemen als journalist? Ik denk dat dat niet mogelijk is. Ik denk dat wij allemaal wel gekleurd zijn. Maar zoals het nu in Nederland, zoals het nu gaat, vind ik het echt zorgwekkend. En dat komt natuurlijk door die polarisatie waar je net al over sprak. Ik denk dat we daar wel heel erg kritisch naar mogen. Het is ook absoluut geen verwijt, want ik heb er ook constant mee te maken. Er zijn zeker mensen bij ons op de redactie die zeggen... Moeten we die wel uitnodigen? Want oh, dan gaan de moskeebestuurders weer los. Moeten we dat wel doen? Want dan gaan die en die partijen weer los. En dan hebben we straks niemand meer die bij ons aan tafel wil. Wat overigens ook al het geval is. Niemand wil nog komen. Ivana. Het is niet alleen maar een kwestie van... durf je dat te doen of niet? Maar ook... Kijk, we zitten in het veld waar wij ook snel zijn om morele verantwoordelijkheid voor iets ergens bij iemand toe te bedelen. En er is volgens mij wel een verschil tussen constateren dat media misschien wel of niet een rol hebben gespeeld in het groter maken van een beweging. En zeggen, het is de schuld van de media. En we zitten wel in een debat waar je wel op die manier onder een morele microscoop wordt gelegd. En waar wel die morele verantwoordelijkheid graag willen uitbesteden en ergens willen wegduwen. Vind je dat onterecht, dat die verantwoordelijkheid wordt uitbesteed? Ja. Ja. Want? De media hebben niet voor Baudet gestemd. Mm. Ik bedoel, er is een verschil tussen daarin een rol hebben en daarin de schuld aan dragen. Mm-hmm. En er is een verschil tussen daarin misschien ook niet... de juiste keuzes hebben gemaakt en zich daarin echt actief schuldig aan maken. Of stelselmatig moreel verkeerde keuzes maken. Dat vind ik echt een groot verschil. Maar we maken in het debat heel vaak geen onderscheid tussen die twee. Nee. Ja, maar hoe zit het met de lezer dan? Ik vind dat het geen dilemma zou moeten zijn. Hè? Of iemand naar de bijeenkomst van Baudet zou moeten gaan. Ja, dat was ook geen dilemma. Hij twijfelde zelf van het. Ja, dat is waar. Ja, maar we gaan hem nu krant bellen. Nee, maar ik denk dat de lezer centraal moet staan. Als iets nieuwswaarde heeft, daar kun je niet over het oog zien. En de vraag is ook, wie is je klankbord dan? Want ik vind het ook wel gevaarlijk dat als Twitter het klankbord is... Dan... Kijk, we zitten in het internettijdperk. Ik denk dat deze hele discussie sowieso achterhaald is. Want als je die mensen geen podium geeft, dus ze vinden wel een podium. Zeker. Heeft Baudet nou zoveel podium gekregen? Of toen wij in Turkije werkten samen met Erdogan, had hij zoveel podium in het begin van zijn carrière? Hij zat in de gevangenis. Ja. Ja. Dus het werkt ook afrechts als je die mensen negeert. Ik weet nog dat de politieke islam in de jaren 70 nooit groter was dan 5% van de stemmen. Nee. En die man had het constant over adil düzen, dat is het eerlijke systeem. En de media gaven daar... nul aandacht aan. Maar wat gebeurt er onder het volk? Begint een mythe te ontstaan van het eerlijke systeem, het eerlijke systeem. En het groeide maar. En uiteindelijk kwamen ze aan de macht. En hebben ze de media monddood gemaakt die geen aandacht aan hen gaf. Dus dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik, van hoe het in de praktijk kan werken. Ja. Maar ik denk dat het ook niet zo heel zwart-wit gaat om of je nou mensen straal negeert of dat je er aandacht aan besteedt. Maar het gaat veel meer over... hoe je mensen een podium geeft en in welke mate je bijvoorbeeld weerwoord biedt, in welke mate je lezers informeert. Ik moet bijvoorbeeld denken, een heel concreet voorbeeld. Baudet geeft een overwinningsspeech gisteren waarin hij zegt dat journalisten en academici de westerse beschaving ondermijnen. Hij zegt dat de Nederlandse taal is afgeschaft op de universiteiten. Hij zegt, hij pleit voor een boreaal Europa, een term die van Jean-Marie Le Pen afkomstig is en die geassocieerd wordt met de superioriteit van het blanke ras. Dat wordt uit... Hij heeft de verkiezingen gewonnen die nacht, hè? Hij is de grootste partij van Nederland. Mag ik uitpraten? Moet de NPO hem uit de lucht halen? Dus dat wordt allemaal uitgezonden voor de NOS. En vervolgens wordt er geen enkele duiding gegeven. Vervolgens zitten daar een aantal journalisten en die zeggen van... en hoe gaat hij dat doen, hè? Met al die mensen die hij heeft, al die zetels die hij heeft en zo. Er wordt gewoon echt geen enkele analyse. En dat heeft volgens mij heel erg te maken met een bepaalde geforceerde neutraliteit. Daar ligt dat morgen in de Volkskrant. Ja, dat zijn heel goed en duidelijk. Maar even naar een ander concreet voorbeeld van Fidan onder meer. Jij zei namelijk net, als je dan iemand een podium geeft, dan gaat het ook heel erg over hoe. En hoe die wordt misschien wel tegengesproken. En jullie kwamen in jullie programma, Nieuwe Maan... kwam eerder dit jaar in opspraak omdat jullie de voorman van Pegida een podium hadden geboden. Wat voor reacties hebben jullie gekregen? Heel heftig, maar dat was al wel gaande. Ja. Er was al wel veel kritiek op het programma. Ik denk dat men zocht naar een laatste omstreden gast, wat dan de druppel, of hoe zeg je dat? Laatste druppel in de emmer, of wat is dat? Ja. Ik ben moe, sorry. Klinkt als. Maar dat was Edwin Wagensveld en daar was gewoon heel veel kritiek op. Vervolgens werd er opgeroepen tot een boycott ook door een moskeebestuurder. Om niet bij ons ooit nog te gast te zijn. Had hij overigens ook al eerder gedaan, toen is hij wel te gast geweest. Dus ik neem het ook niet heel erg serieus. Maar het doet natuurlijk wel wat. Want je merkt wel dat men dan meteen losgaat online. Ik krijg hele vervelende tweets en berichten. Ik vond het op zich niet heel erg, omdat ik dacht van nou, laten we het er maar over hebben. Ik vind het op zich wel interessant waarom dit zoveel losmaakt. Ik snap het wel. Ja. Ik snap wel dat het wat losmaakt. Maar tegelijkertijd dacht ik ja, dat is niet echt een excuus. Maar hij had eerder ook al bij ons aan tafel gezeten. Volgens mij waren de reacties toen niet zo heftig. Dus ik geloof dat het ook te maken heeft met het feit dat ik het programma presenteer. En ik kreeg al heel veel kritiek, nog voordat ik 1 uitzending had gedaan. En dat zou zijn omdat ik... terecht zou zijn. Dus het is een beetje guilt by association verhaal. Zij presenteert het en dit is vast haar agenda geweest. Wat niet zo is, want wij hebben gezamenlijk met de redactie besloten om hem uit te nodigen. Wat was dan de overweging om hem... Want ik bedoel, de kritiek was volgens mij ook... die man representeert niemand. Het is niet een stem van een grote beweging... zoals misschien later wel, of eerder, sorry, over Baudet bijvoorbeeld werd gezegd... of over Wilders... Dus wat is dan de overweging om hem aan tafel te zetten? Nou, het is heel simpel. Er was wat aan de hand met die moskee. Ik hoef het hele verhaal niet te vertellen. Denk ik met die pop voor Asuna-moskee. Wij wilden iemand uit die moslimgemeenschap, uit een imam of een hoe zeg je dat, vertegenwoordiger. En we dachten, ja, we gaan niet alleen met iemand praten die daar het slachtoffer van is. We willen ook weten wat... Hè, we hadden al een uitgebreide uitzending gehad over extreemrechts en de groei van extreemrechts. En ik dacht echt, en de redactie ook, wij vinden het gewoon heel erg interessant om die twee tegenover elkaar te zetten. En laat Pegida maar die extreme ideeën op tafel leggen of uitleggen waarom ze dat hebben gedaan. En ik wil toch wel heel graag horen wat die meneer of die mevrouw tegenover hem zegt. En het idee dat mensen zeggen dat je dan een podium biedt, dat snap ik niet. Want dat is eigenlijk een enorme onderschatting van jouw kijkers. Ik denk dat mensen thuis, lezers ook, zelf echt wel verstandig genoeg zijn om een oordeel te hebben over wat daar aan tafel gebeurt. En die gaan echt niet ineens radicaliseren. Het is niet zo dat je daarmee iets meteen door iemand daar aan tafel te hebben iets salonveeg maakt. Ik vind die gedachte heel raar. Ik wil even naar Ivana kijken van... Ja, moet je het dan maar verzwijgen? Is dat dan een optie? Ik zou niet weten waarom. Nee, maar kijk, ik denk, kijk, als het gaat nu om een soort acuut verhaal, gevaar dat jouw kijkerspubliek direct overloopt naar Pegida, dan denk ik inderdaad dat gevaar is klein. Maar dat is niet de enige afweging. De afweging is ook, denk ik, ik ben daarin niet voor hele principiële grenzen. We hadden het net over cordon sanitair. Moet je dat doen, moet je dat niet doen? Ik ben voor dit soort vraagstukken meer een politiek dier die denkt, nou, wat wil je daarmee bereiken ook? We hebben er onder andere mee bereikt dat zij een heel goed gesprek hadden na de uitzending en koffie gaan drinken en ik weet niet wat allemaal nog meer. Los daarvan, denk ik, we zagen het met Reza van, ik kan zijn achternaam nooit uit, Hegedus van PVV. Er stond, daar hebben we ook heel veel gedoe over gehad, dat hij in de Volkskrant stond. Uiteindelijk heeft het ander, wat geschreven is door journalisten en gesprekken met hem, ertoe geleid dat die man weg moest. Soms is het niet zo onhandig om iemand te spreken en aan mensen te laten zien, dit is wat die man of die vrouw denkt. Daar kan je dan vervolgens zelf je mening over vormen. In dit geval... heeft hij niks heftigs geroepen aan tafel, Wagensveld. Maar het zorgt wel voor een dialoog. Zij hebben echt een afspraak gemaakt om met elkaar te gaan praten. Is dat dan toch niet beter? En bovendien, vond ik heel belangrijk, er waren acties aangekondigd ook. Nieuwe acties door Pegida. Dat was niet gewoon een gebeurtenis. En wij gaan heel sensatiebelust Pegida uitnodigen. Want ach, die is zo klein en die hebben geen achterban en noem maar op. Nee, er waren meer acties aangekondigd. En er werd gezegd, dit is een aanval op de hele moslimgemeenschap. Nou, dat vind ik nogal wat. Moeten we dat dan uit het nieuws houden? Nou, vind ik echt niet. De angst is volgens mij... Was mag ik daarop? Zo, ja, nee. Okay. Snel, voordat ik nog meer ga zeggen. Nee, maar kijk... Ik ben niet op zich tegen de ambitie om mensen met elkaar in gesprek te brengen, maar ik vind wel dat we in Nederland wel hele hoge verwachtingen hebben altijd van het dialoog. En voor dialoog zijn bepaalde voorwaarden nodig. Er is ook een bepaalde basisvertrouwen nodig en bereidheid om echt te praten. En wij hebben eigenlijk over de hele linie wel een heel overspannen verwachting dat het maakt niet uit wat voor verschillen ze zijn. Ja, dan kunnen we toch aan tafel, dan kunnen we ze uitpraten. Soms niet ook. En dan is het ook de vraag van, moet je dan nog wel blijven praten en waarom? Of er is een soort schroom om over te stappen tot een moment dat je denkt, nee, we moeten gewoon... Ja, boycotten? Bestrijden, politieke strijd. Hoe dan? Nou, kijk, je hoeft niet per se Pegida uit te nodigen om te weten wat de standpunt van Pegida is. Je hebt daarin ook allerlei keuzes, wie je daar aan tafel wil, om toe te lichten wat de standpunt is. Dus je kan wel daarvoor kiezen om Pegida zelf aan tafel te zetten, maar er is een waaier van mogelijkheden. Maar je besteedt natuurlijk vaker aandacht aan zo'n onderwerp. De ene keer heb je een deskundige, we hebben dat zo vaak gedaan en nu... konden we er gewoon eigenlijk niet omheen. Dat is net zoals dat we Jan Roos hebben uitgenodigd. Ja. En dat iedereen daarover viel. Terwijl wij hadden een mevrouw met niqab aan tafel. En wij zeiden, oké, jij zegt dat je er last van hebt. Dat je moslima bent in het dagelijks leven. Wat voor mensen heb jij dan last van? Nou, één van de mensen die zij noemde was Jan Roos. Ik ga dan echt niet op de redactie zeggen... jongens, maar hem nodigen we niet uit. Dat ga ik gewoon niet doen. Dan denk ik van, nou, bel hem maar op. Misschien wil die komen. Maar jullie presenteren het dan heel erg als een scherpe keuze van... ofwel of niet. Maar ik denk dat dat niet echt een hele interessante discussie is. Ik denk dat veel meer de discussie is de vraag van... wat is de middelen? Als je het doet, hoe doe je dat? En ik denk dat... waarom denk je dat we dat niet doen? We hebben een heel kritisch gesprek gehad. En ik ben niet zozeer... ik denk zelf niet per se dat je hem niet zou moeten uitnodigen. Maar ik denk dat de kritiek... dat je hem legitimeert door hem als gewoon een geaccepteerde gesprekspartner... in een belangrijk televisieprogramma neer te zetten... dat gewoon een heel redelijk argument is. Maar wat bedoel je met hoe je dat gaat doen? Nou, je kan zeg maar bijvoorbeeld als je iemand... een Pegida is een vrij radicaal anti-islam activisme... die kan je bijvoorbeeld uitnodigen... en heel erg duidelijk in het programma laten zien van... nou, oké, we accepteren jou niet als een gelijkwaardig gesprekspartner met andere mensen. Dat dus, moet je zeggen hetzelfde met antivaxers. Als je in een... Maar weet je dat heel vaak ook extreem links wordt uitgenodigd in programma's? En dan, ja, maar dan valt niemand erover. Het is in die AI of die beholder in het geval van Pegida. Als je zeg maar in een televisieprogramma aan de ene kant een expert zet... en aan de andere kant een antivaxer die zegt van... nou ja, vaccinaties leiden tot kanker, dan... dat creëert wel een valse equivalentie. Dan impliceer je eigenlijk dat dat twee gelijkwaardige meningen zijn. En dat is wel een gevaar wat je hebt als je je talkshow inricht... Maar kom ik terug op dat je de kijker niet moet onderschatten. Als je je talkshow inricht als een dialoog... Ik vind dat laf eigenlijk. Wij trekken onze handen hiervan af. Ik neem geen stelling in. Ik wil alleen kritisch interviewen. Ik zeg alleen maar dat dit lijkt me gewoon een legitiem gesprekspunt. Daar kun je gewoon een discussie over hebben. En ik snap niet dat je dat dan afdoet als in een hele bizarre redenering. Dat snap ik niet. Nee, maar dat doe ik toch helemaal niet. Ik denk dat hier wel de kracht van journalistiek... Leg me wel allemaal woorden in de mond, hoor. Sorry, Erdal, opnieuw. De kracht van journalistiek, daar moeten we naar kijken. Ik denk dat het erom gaat... dat de journalist vragen stelt. En vaak is een vraag belangrijker dan een antwoord. Het gaat erom hoe je iemand ontvangt, wat voor vragen je stelt... en wat het uiteindelijke resultaat is. Ja. Natuurlijk, ik wil een antivaxer... één pagina voor de antivaxer en één pagina voor een wetenschapper... vind ik ook vrij overdreven. Maar het neemt niet weg dat je... gezien het feit dat... Dat soort ideeën leiden tot bestsellers en zo. Hè? Je kunt er gewoon niet omheen. De best verkochte boeken gaan over dat soort onderwerpen, dus complottheorie en zo. Mm-hmm. Dus als media kun je er niet om... Of je behandelt je lezers als kinderen. Mm-hmm. Dat jij bepaalt wat zij moeten horen of wat niet. Of je gaat er aandacht aan besteden. En het hoeft niet helemaal zo groot te zijn. Ik heb laatst documentaire gezien op de VPRO over ruimtevaarters. Prachtige documentaire. Ze ging op bezoek bij de wetenschappers die voor de maanlandingen hadden gezorgd. Superleuke mannen allemaal. En ze begon over de complottheorie, hè? Dat het allemaal in scène was gezet en dat het... de man nooit op aarde was geland. En een van die mannen zei... Eén zin was genoeg. Hij zei, toen hadden we helemaal niet de technologie om die Photoshop en zo te maken. Dus, dan ben je dus echt uitgepraat. Dus je moet juist aandacht geven, met weerwoord komen en uitleggen. En niet doen alsof je lezers, je kijkers, kinderen zijn. Die gewoon als je gelijken behandelen. En die mensen willen van alle kanten informatie hebben en op die manier een mening vormen. En dat moet je ze gunnen. Ja, want Gert-Jaap, jullie hebben als Nu.nl in de discussie over anti-vaxxers en ik ga ze toch even klimaatontkenners noemen, want alle voorbehouden daaraan. Dat kan ik corrigeren. Zelfs. Ja, doe maar heel vaak. Heel vaak maar corrigeren. Maar dat is natuurlijk, jullie zagen, nee, dat moet je zo maar even uitleggen. Maar jullie hebben op een gegeven moment een beslissing gemaakt op het platform nujij.nl om inderdaad actief te gaan modereren op mensen die reageerden en die dan het menselijk aandeel in de klimaatopwarming ontkenden. Ja, klopt. Je zei in de aankondiging dat die mensen, dat we die weren. Dat is helemaal niet zo. Nee, ze zijn altijd nog welkom. Alle klimaatontkenners zijn welkom. Het gaat er ons om. Nu.nl is inderdaad het reactieplatform van Nu.nl. Precies. Nou, op Nu.nl komen dagelijks zo'n tussen de 2 en 2 miljoen mensen. Ja. Daarvan komen op een dag als maandag zijn er 400.000 mensen die op Nu.nl actief zijn. Al dan niet reagerend of aan het lezen. Dus dat is een immense groep. En wij hebben dat anderhalf jaar geleden, dat hadden we heel vroeger al, anderhalf jaar geleden hebben we dat weer teruggebracht. Omdat wij eigenlijk vinden dat die discussie die daar ontstaat tussen mensen en ook soms redactieleden of deskundigen die zich daarin mengen. Of mensen die betrokken zijn bij het nieuws. Dat iets heel waardevols oplevert. Hè, dat echt een bijdrage levert op mensen ook op andere gedachten gebracht kunnen worden. We hebben wel gemeend eigenlijk daar goede huisregels over af te spreken. Eigenlijk ook vanwege die 400.000 mensen. Ik bedoel, het is niet zo alsof je... Nou ja, dit is al best wel een club mensen, maar het tv-programma gaat tussen 2 mensen. Nou, dan zit er een gespreksleider bij en die kan dat in principe redelijk overzichtelijk, met alle respect, leiden, dat gesprek. Als je met z'n 400.000 bent, dus wordt dat al een stukje lastiger. Dus we hebben daar gezegd, nou, je mag geen dingen zeggen die niet waar zijn. Nou... antivaxers inderdaad, ja, het is wetenschappelijk aangetoond dat er geen verband zit tussen vaccineren en autisme. En wij hebben eigenlijk gemeend, zonder daarin enige stelling te willen nemen, want wij kijken naar de wetenschap. Mm-hmm. En als de wetenschap zegt, dit zit zo, en ook met een overweldigende meerderheid, en dat hebben ze bij het klimaat ook gezegd, hebben wij gezegd, dat gedeelte mag niet, dus je mag niet zeggen het is een hoax. Mm-hmm. En waarom mag dat niet? Omdat we... Daardoor merken, nou, ik zat net toch wel een beetje te denken van kan ik een vergelijking trekken naar deze zaal. Maar het is een beetje, of laat dit podium, dat wij hier een gesprek proberen te voeren. En dat Fidan de hele tijd roept, het is een hoax, het is een hoax, het is niet waar. Terwijl wij een gesprek willen voeren, nou ja, ik kijk even naar jou. Maar, ik had ook Corine kunnen zeggen. Ik had ook Corine kunnen zeggen. Maar terwijl wij eigenlijk een gesprek willen faciliteren over... maar hoe zit het nou eigenlijk met de oplossingen of de wetten of de dingen die het kabinet hier tegen wil doen? Hè, we hebben, dat is ook recent onderzocht, hè, in opdracht van de Telegraaf door Ipsos, dat er heel erg veel, echt een grote meerderheid in Nederland zich zorgen maakt over het klimaat, maar ook zorgen maakt over dit kabinet die daar meent maatregelen op te nemen. En daar willen we graag dat de discussie over gaat. Maar je zei net van, we wilden daar eigenlijk geen stelling in nemen. Nee. Maar daar nam je dus wel stelling, bleek. Nou, dat is later. Dat is in dit specifieke geval... want ik zat net ook wel naar mijn buurman te luisteren... en ik begrijp wel, de agenda-setting... schuilt misschien in mij ook wel een klein Rob Wijnbergje. Hoewel ik eigenlijk natuurlijk de anti-Rob Wijnberg zou moeten zijn. Nou nee, omdat zeg maar, journalisten zijn ook mensen die ook gewoon naar de stembus gaan. En die wat dat betreft ook gewoon functioneren in de maatschappij. En natuurlijk neem je alles wat je weet of wat er in jouw omgeving gebeurt, neem je mee in... Ja. Ook naar de redactie, en dat speelt een rol in redactievergaderingen. Daar ga ik ook niet van weglopen. Alleen wij proberen wel als Nu.nl bij de feiten te blijven. Ja. En daar trek je soms een aantal lijnen. Ja, ik begon over het feit dat je geen stelling nam. Maar dat wel zo leek, omdat jullie hele heftige reacties ook daarop kregen. Ja. Ook zelfs vanuit de politiek. Ja, nee, dus wat we hier hebben gemerkt is op het moment dat je probeert bij de feiten te blijven en juist geen stelling te nemen, dat het toch... door een groep mensen gepercipieerd wordt. Ik weet alleen gewoon niet zo goed hoe groot die groep is. Want jij had het net in je intro ook over Twitter... en dat is hier al een paar keer over de tong gegaan, Twitter. En ik zou er ook wel voor willen waken dat we dat al te groot maken. Ik bedoel, het is groot hoor. Ik bedoel, ik zit er zelf ook graag op. Maar het is niet representatief voor Nederland. Nee. Maar goed, daar is natuurlijk heftig gereageerd... Ook in positieve zin overigens, hoor, maar zeker ook in negatieve zin. En inderdaad, vanuit de politiek krijgen we een steuntje in de rug van Geert Wilders... die opriep om onze app te verwijderen. Ja, dat, ja dat precies. Ja. Ja, Corine, jullie schrijven ook over klimaatontkenners. En vrij recent nog volgens mij een stuk met de grootste... Ja, klimaatskeptici, hè? Klimaatskeptici, sorry. Ja. En, maar jullie hadden een aantal van de grootste overtuigingen van klimaatskeptici. Ja. En vervolgens ze ontkracht. En je zou kunnen zeggen, waarom, ja, waarom eigenlijk? Want ja... nou, ik heb het in aanloop naar deze bijeenkomst nog even uitgebreid met onze chef wetenschap over gehad. Wij geven eigenlijk geen ruimte meer aan de echte klimaatontkenners. De mensen die zeggen, er is geen enkele relatie tussen de mens en de opwarming van de aarde. Okay. Dus ook daarin hebben jullie dus eigenlijk al wel een keuze gemaakt? Dat is namelijk gewoon echt wetenschappelijk bewezen dat onzin is. Ja, dat maar wat wel een hele interessante interessante discussie is, zijn de klimaatsceptici. Die zeggen, ja, de aarde warmt op, maar dat is helemaal niet zo erg. En waarom zouden we nu miljarden investeren in warmtepompen en windenergie en noem maar op, terwijl we dat geld veel beter kunnen inzetten voor andere doelen. Dat is in feite wat Baudet ook beweert. Dat is denk ik een discussie die wel degelijk ook gewoon aandacht verdient. Ja, die is noodzakelijk zelfs. Ook en wat Maarten Keulemans gedacht heeft is... je ziet voortdurend weer argumenten van klimaatsceptici tegenkomen. Laat ik nou de belangrijkste argumenten eens benoemen... en dan met klimaatwetenschappers bespreken of ze steekhoudend zijn. Nou, dat vind ik een hele interessante journalistieke vorm. En is dat dan voor je lezer? Hè? Of is dat dan bedoeld om die sceptici toch... Dat is voor de lezer. Ja, wij gaan altijd uit van wat voor de lezer interessant is. En als daar een scepticus tussen zit, dan is die ook zeer welkom. Maar wij gaan ervan uit dat de lezer zijn eigen mening gevormd heeft... en eventueel openstaat voor andere ideeën. En dan misschien soms ook zijn mening bijstelt. En hoe zit dat bij de antivaxbeweging? Hebben jullie daar ook bepaalde voorwaarden voor? Antivaxers is natuurlijk ook wel... het is een feit dat de vaccinatiegraad in heel Europa afneemt... en ook in Nederland licht afneemt. En dan is het denk ik heel erg interessant, journalistiek interessant... om te gaan praten met mensen wat hun overwegingen zijn... om zich niet te laten vaccineren. Ja. Dus dat verdient een journalistiek podium. Maar ik vind wel dat we zouden nooit een opiniebijdrage plaatsen van een antivaxer, wat jij ook zei. En dan daarnaast een opinie van een wetenschapper. Je moet het wel in perspectief plaatsen. Dus je kunt een antivaxer aan het woord laten, maar dan mag je, vind ik wel, als journalistiek medium besluiten dat je het zwaartepunt geeft aan de wetenschapper die aangeeft dat het onzin is. Wat die, als een antivaxer zegt, ja, mazelen krijgen is eigenlijk heel gezond, want daar word je sterker van. Nou, er zijn veel wetenschappers die dat ontkrachten en zeggen dat dat echt falikant onzin is. Het is ook een spagaat tussen horen en wederhoren en false-balanced. Hè? Dus, zeker. Want volgens mij wordt hier een paar voorbeelden gegeven van wat eigenlijk false-balanced zou zijn, terwijl je in het geval van Fidan zou kunnen zeggen, ja, het is ook een kwestie van horen en wederhoor, toch? Ik bedoel, je hebt twee partijen die met elkaar oneens zijn over een punt. En daar ga je... Maar als het gaat over feitelijke onjuistheden... dan zou ik zeggen dat je daar journalistiek gezien wel een lijn moet trekken. Dus het zit bij die feitelijkheden, sorry, volgens mij... Voor mij wel. Ook iets toevoegen, of niet? Nou, kijk, ik vind het interessant dat het zo gevoelig ligt, dit punt. Want als je het gewoon sec neemt... het enige wat je zegt is... als je onzin post, verwijderen we dat. En kennelijk ligt dit zo gevoelig in het debat dat daar enorme hijsen over. Omdat ze daar ook een complot achter zijn. Eigenlijk zeg je niet meer dan dat. Ook gewoon, als je onzin post, maar waar ligt dat halen we weg. Maar, want dat is niet een nuttige bijdrage aan het debat. Nee, maar waar ligt het gevoelig? Dat blijft een beetje mijn punt. En, er is überhaupt denk ik voor ons gevoelig dat we überhaupt debat moeten begrenzen om een zinvol debat te hebben. Dat is überhaupt principieel maatschappelijk een gevoelig punt. Maar tegelijkertijd, nu ga ik misschien een beetje tegen mezelf pleiten hier, maar ik zou het ook niet prettig vinden om in een land te leven waar 100% van de mensen het met elkaar eens is. Hè? Dus die 3% mensen die anders denken over klimaatwetenschap, vind het op zich wel goed dat ze er zijn. Hè? Ik bedoel, het is goed dat de mensen... maar dit is niet eens met elkaar zijn. Hè? Dit is denk ik wel verder dan meningen die op één lijn liggen. Maar... want je kan over allerlei dingen met elkaar van mening verschillen. Maar dit is eigenlijk gewoon op een onwetenschappelijke manier feiten verdraaien. Dat is een ander iets dan met elkaar eens zijn. Want je kan nog steeds het debat hebben over van oké, met dit gegeven, wat moeten we wel verder? Dus dat staat op zich debat niet in de weg, zou ik zeggen. Nee, zeker niet. Nou ja, dat zien we ook gebeuren, hoor. Ik bedoel, je zegt, van, er wordt heftig op gereageerd. Ja, op Twitter is er heftig gereageerd. En uiteraard op Nu Jij in het begin ook wel. Maar we zien wel dat we nu een paar weken verder zijn. En ja, aan de oproep van Geert Wilders en Robert Jensen is nou niet extreem gevolg gegeven, merken wij. En het debat gaat wel gewoon door. Mm-hmm. En op, ook als het gaat over vaccinaties, daar hebben we dan... Op zich deden we dat al een tijd, hè? En daar kwam eigenlijk een week na het... Voor ons klimaatdebat kwam daar ook weer een onderzoek uit naar voren. In Denemarken was het is nu wel echt toch wel onopstotelijk bewezen. Nou, daar hebben we eigenlijk exact hetzelfde gaan met één verschil. Ik heb er geen blog over geschreven. Ja, en geen haan die ernaar kraait. Aan de andere kant, we hebben daar heel veel reacties verwijderd. Waarvan ook een heel groot gedeelte van de reacties mensen die antivaxers belachelijk wilden maken waren. Hè? Dus, want een van onze andere regels is, ja, je moet elkaar wel in je waarde laten. Want wat ik mij afvraag, Ivana, is het bijvoorbeeld als we het over de antivaxbeweging hebben, is het bespreken van die antivaxbeweging of het proberen te ontkrachten, is dat aan zich ook al het legitimeren ervan? Nou kijk, er zit natuurlijk wel een element in dat je, omdat het wel heel erg aanwezig is, ja. Want een paar jaar geleden was het nog een redelijk obscure beweging en het is een moment aan het winnen. Dat doet ook wel iets. Ik volg op sociale kanalen nogal obscure bronnen, omdat ik wil weten wat daar gebeurt. Dus ik krijg heel veel van dit soort berichten op mijn timeline. Dan betrap je op jezelf toch dat je iets van een discussie daarover wil en dan dat je dan toch wel dingen gaat googlen om ze te kunnen ontkrachten of andere bronnen te kunnen... En voordat je het weet ben je toch wel heel erg bezig met allerlei vragen. Van waar komt die informatie vandaan? Vaak kun je het niet tracen, hè? Niet terugplaatsen waar dan die bewering vandaan komt. En ik kan me voorstellen dat dat op zichzelf al gewoon continu blootgesteld wordt. Dat maakt al... Ik merk het aan mezelf. Ik ben daar op een andere manier mee bezig. Puur door de bronnenselectie die ik doe in mijn timeline. Niet dat ik ga twijfelen hoor, maar... Maar ik ben daar op een andere manier mee bezig. Dat heeft een reëel effect. Want ik ben op argumenten aan het zoeken, terwijl ik vroeger dacht, onzin. Ja. Ja, dus dat is wat het doet, dat is hoe het doorcijpelt in het publieke debat, bedoel je? Ja, dat is al een effect, ja. Maar is het niet te veel verantwoordelijkheid op de schouders van de krant, van de media, om te bepalen hoe je met de antivaxers omgaat? En mij lijkt het... Veel beter als de overheid zich daarover buigt en misschien ook met een campagne komt als de volksgezondheid in gevaar komt. Hè? Ja, maar dat doet de overheid al. Ja, oké. En dan kun je daarover berichten. Ik denk dat toch juist dat een bedreiging is van de vrijheid van meningsuiting als de overheid zich al te strikt gaat bezighouden met welke meningen wel of niet nee, maar het gaat nu over de volksgezondheid. Ja, maar ik denk we hebben bijvoorbeeld we hebben de rechtszaak tegen Geert Wilders gehad. En daaruit bleek eigenlijk feitelijk dat de rechter niet echt een heel erg geschikt instrument is om het publieke debat, om dat als een soort politieagent in de gaten te gaan houden. En sindsdien is eigenlijk in de samenleving is eigenlijk het idee van, nou ja, het ideaal is om een publiek debat te hebben dat enigszins zelfreinigend is. En om wat meer vrijheid van meningsuiting te hebben in die zin. Mm-hmm. Maar dat betekent dus ook dat je meer verantwoordelijkheid legt bij journalisten en bij kranten en bij tijdschriften om daar zorgvuldiger mee om te gaan. En ja, aan de ene kant heb je dus de feitelijke objectiviteit en dat is denk ik nog het makkelijkste. Want je kan gewoon een antifaxer tegenover een wetenschapper zetten en die wetenschapper meer gewicht geven. Je kan een klimaatskepticus tegenover de wetenschappelijke consensus, in ieder geval de 97% zetten. Maar op het gebied van waarde is het natuurlijk weer nog veel complexer. Zeg maar, dus in hoeverre bijvoorbeeld geef je iemand met racistische opvattingen een podium? En tegen wie zet je dat dan af? En in veel andere landen is er een beetje hebben journalisten de neiging om zichzelf te zien als een soort waakhond van de publieke sfeer, maar ook als een soort van als onderdeel van de liberale democratie. Dus dan sta je voor pluriformiteit. En dan zou je in Nederland zeg maar enigszins de waarde van de grondwet meenemen in je journalistieke overwegingen. En ik merk dat dat terrein zeg maar, in Nederland het debat nog heel erg in de kinderschoenen staat. Ja, je maakt echt uitstekend het bruggetje wat ik net ook wilde maken, namelijk naar Gert-Jaap. Want de ironie is eigenlijk dat... dat Thierry Baudet of Geert Wilders op nujij.nl niet zouden mogen zeggen dat het een hoax is, maar misschien wel in een interview op nu.nl. Of niet? Dat is inderdaad ironie. Dat is een moeilijk dilemma. Ik denk dat op het moment dat je een interview gaat houden als journalist van nu.nl met Thierry Baudet, dat je aan het onderwerp klimaat uiteraard niet ontkomt. En dat hij daar waarschijnlijk de dingen gaat zeggen waarvan we al gewend zijn. Of tenminste, wat we kennen. En dat je daar als journalist dan ook wel op dat moment het weerwoord over geeft. En dat je dat op zich afdrukt, ja. Alleen dat is dus wat ik wilde zeggen, is het verschil tussen Nu Jij en Nu.nl... of tussen, laten we zeggen, een reactieplatform en een medium... Ja. Of is de schaal waarop je het gesprek gaat met elkaar. En ik zat net even mee te kijken, een van de tweets die jullie hier op het podium laten zien was ook van iemand die zegt van ja, hoe zit het eigenlijk met de grote platformen, hè? Dus de Googles, voornamelijk Facebook, denk ik. En je ziet dat die nauwelijks eigenlijk, als het gaat om dit onderwerp, iets doen en het laten gebeuren. Ja. En wij hebben gezegd van nee, want we willen het op die schaal... Die discussie gaat niet verder, zeg maar. Ja, maar wat Marijn natuurlijk zegt en wat interessant is, dat die dat het eigenlijk best toch 1 op 1 is om bij de wetenschap een soort van grens te trekken, hoe ingewikkeld dat ook is. Maar die wetenschap die wordt ook verpolitiseerd op dit moment. Ik bedoel, klimaatskeptici of klimaatskepticus zijn is op dit moment, dat heeft een politieke partij of 2 inmiddels. En de vraag is natuurlijk hoe je daar dan mee omgaat. Corine, ik vroeg me af, op de Haagse redactie, hè, je weet, politici liegen soms. Ja, heel soms doen ze dat. Maar soms weet je van tevoren dat ze dat gaan doen. En soms gaat het over pensioenplannen, maar soms gaat het over het klimaat. Hoe ga je daar dan mee om? Hebben jullie daar reflectie over op de Haagse redactie? Dan heb je natuurlijk in de krant genoeg ruimte om daar dan de nuance weer bij aan te brengen. Ja. Ofwel, idealiter weet de journalist in het vraaggesprek al de politicus te confronteren. Ja. Dat is natuurlijk het mooist. Hoewel ik het niet helemaal met jou eens ben dat je zegt dat je bijvoorbeeld Pegida zou moeten interviewen en dan alleen maar een stekelig interview kunt hebben. Want dat kan ook enorm remmend werken voor degene met wie je spreekt. Dus ik denk wel dat je echt ook moet proberen... dat je verschillende manieren van benaderen hebt. Soms is een stekelig interview heel erg goed. Maar soms moet je ook proberen mensen aan het praten te krijgen. Maar idealiter betrapt de journalist de persoon al op een leugen... en dan krijg je natuurlijk de beste vraaggesprekken. Maar je kan ook, zoals met de speech van Thierry Baudet gisteravond... gewoon even een dag later rustig naar zo'n verhaal kijken... en daarna... fileren wat er precies is gezegd en wat de achtergrond daarvan is en hoe we dat kunnen interpreteren. Ja, maar is dat... want dan ga je al eigenlijk in op wat diegene zegt en in hoeverre trek je in twijfel dat je meegaat in het discours van die politicus, of dat nou over pensioenplannen gaat of over klimaat. Ja, maar dat is politiek. Ja. Dat is politiek. Dat is wat politici doen en wij geven daar een podium aan, maar wij proberen daar dan inderdaad... wij zijn wel een podium voor een heel breed palet aan stemmen. Zo breed mogelijk. Ja. En dat vinden we ook heel belangrijk. En dan vervolgens gaan we er inderdaad vanuit dat onze lezer zijn eigen mening wil vormen. Maar wel wil weten van de mening van anderen. Dat we hem af en toe uit zijn bubbel trekken. Ja, want... En dat vinden ze dan soms niet aangenaam. Maar ook iets waar je je aan ergert... scherpt je in je meningsvorming. Ja, dus ik denk dat heel erg goed is. Je hebt zeg maar politici en je hebt politieke ideeën die op geld doen. Een tijdje geleden hadden jullie een voorpagina over cultuurmarxisme. Natuurlijk ook heel veel kritiek op gekregen, want dat is een niche complottheorie. Maar een heel boeiend fenomeen. Precies, wat is de overweging om dat te doen? En ook in dat stuk werd ook de historische context... gecreëerd. Vervolgens waren er allemaal, herinner ik me, analyses van Olaf Tempelman en Peter Giese over de vergelijking met het cultuurmarxisme in het verleden en dat het eigenlijk nergens op slaat. Dus dan denk ik, dan heb je de lezer een heel goed beeld gegeven van die beweging en alles wat er omheen hangt. Overigens denk ik dat juist hetzelfde Twitter waar ik het net even had, of in ieder geval het feit dat het publiek ook voor journalisten super aanwezig is, vind ik ook iets heel goeds hebben. En het dwingt een journalistieke organisatie ook om transparanter te zijn, denk ik, dan ja, laten we zeggen, een jaar of 30 geleden. Ik bedoel, als je naar de Volkskrant bijvoorbeeld kijkt en een podcast, het Volkskrant geluid, ja, dan wordt heel open en transparant gesproken over de dingen die ze doen. En dat gaat verder dan een hoofdredactioneel commentaar of zo, waarin je eigenlijk iets meer uitleg geeft van waar je denk ik meer inhoudelijk vandaan komt. Maar meer gewoon wat gebeurt er op de redactie. En ik vind dat eigenlijk iets heel positiefs. Ja, en die politieke idee, want jullie, om nog even terug te komen op een ander interview wat jullie deden met Geza Hegidis van de PVV. Marijn, jij was daar ook heel kritisch op, herinner ik me, in een eerder stuk. Ik was net even een tweet aan het lezen. Heel opleidend. Nee, de hele kortstondige lijsttrekker van de PVV Rotterdam, die kreeg in de Volkskrant uitgebreid een interview. We hadden net al even over cultuurmarxisme. Waarom zou het eventueel kwalijk zijn als een krant daar aandacht aan besteedt? Want het is, Corine zegt terecht, misschien wel, ja, onze lezers informeren we gewoon. En het is een interessante stroming en we duiden hem ook meteen. Het is natuurlijk anders dan op televisie of in een krant kun je er meteen iets tegenover zetten. Ja, maar dit was wel een interview nadat hij al uit de gratie was geraakt. Dat, ja. Dus dat is wel belangrijk om erbij te vermelden. Nee, de discussie ging eigenlijk over de vraag van, moet je marginale figuren die niet een belangrijke stroming representeren in de Nederlandse politiek. Mm-hmm. Moet je daar heel veel aandacht aan besteden of niet? Ja. En ik denk dat dit op zich niet het meest kwalijke interview was dat de Volkskrant heeft gedaan. Het was een vrij kritisch interview. We hebben gelukkig veel meer kwalijke interviews. Maar de hele vergelijkbare... Ja, je zag wel een fascinatie in deze periode met die meer radicale, controversiële geluiden. Tegelijkertijd was er ook een glamour... een paar maanden daarvoor een glamour interview met Thierry Baudet in Volkskrant Magazine, waar hij eigenlijk toch wel heel erg als een gevoelig, onbegrepen genie werd neergezet. Dus wil je daarop reageren? Volgens mij werd hij ontmaskerd als een enorme, ijdele, pedante man. Maar ik vond het een heel goed interview. Het was ook heel duidelijk geen politiek interview. Alleen is dat... En daar hebben we wel ook een beetje spijt van gehad, omdat je merkt dat in het magazine onze lezers, die begrijpen wat daarmee bedoeld werd. En het werd ook nog eens geïllustreerd door idiote glamour-fotografie. Dus, als het dan via social media de wereld ingaat, en het staat ook op de voorpagina van de Volkskrant-site, dan is die omgeving ineens heel anders. Ja. En dan wordt het veel minder begrepen. Maar goed, ook zowel dat interview met die PVV'er als met Thierry Baudet... Op de redactie was ook, ik denk, meer dan de helft van de redacteuren het er niet mee eens. Dus ook wij hebben intern hier heel veel discussie over. Jullie zijn ook gewoon mensen. Wij, ja, maar wij als hoofdredactie staan nog steeds zeer achter bij de interviews. Alleen bij Thierry Baudet was het vervelende ook dat hij net... Het interview was een maand daarvoor al gehouden. Dat magazine lag al 3 weken klaar, was een kerstnummer. En toen had hij net een extreemrechts Amerikaan ontmoet. En dan kan ineens... Dus daar hebben we van geleerd dat een interview met zo'n politicus... moet je niet zo lang van tevoren al klaar hebben. Want je moet op de actualiteit kunnen reageren. Ja. Maar dan lijkt me nog een extra moeilijkheid. En dat is dat het gaat niet alleen maar om een gedachtegoed... maar het gaat ook om een nieuwe generatie politici en publieke figuren... die best wel mediawijs zijn. En die ook heel goed het spel spelen... en dat lijkt me eigenlijk moeilijker dan vroeger om op een passende manier daar aandacht aan te besteden en niet in dat spel te verzanden eigenlijk. Want ook dat zichzelf neerzetten als een geniaal gevoelig jongetje is het onderdeel van politiek spel. Dat is niet een kijken achter de schermen, dat is een deel van de politieke strategie. Dat is iets wat hem in zijn self-branding wel iets oplevert. Net zoals een combinatie van extreme uitspraken doen en zich terugnemen of uitlachen of zeggen... het was maar een aardige kikker. Ik heb niet Pepe de Frog getwitterd. Dus er is wel een spel waarin het lastig is. Zij spelen niet het spel volgens de journalistieke regels van weleer. van een soort woord bieden als politicus aan de media. En het publiek ook wel daarmee informeren, ook voor zichzelf opkomen daar in hun eigen standpunt. Maar zij spelen hem eigenlijk heel strategisch en vaak vals. Maar daar is natuurlijk Thierry Baudet niet alleen... Nee, maar dat is een hele generatie eigenlijk opkomen. Dat gaat steeds meer worden. Nee, maar het is een generatie, maar het is ook een balans tussen... Je wil je lezers of je publiek ook een beeld geven van wie is iemand. Dus een portretterend interview is wat anders dan een politiek interview. Maar geef je dat beeld? Is dat... achter de schermen? Of is dat iets wat hij heel erg gebruikt? Maar zou je dan pleiten voor geen portretterende interviews met macht of met politici of bestuurders? Nou, ik zou zeggen, als iemand die hele radicale, controversiële dingen zegt, daar moet je geen soort van celebrity popcultuur interviewtje mee doen. Moet je misschien niet fotograferen op een piano, op een vleugel met de roos in zijn mond, zoals even. Dat had hij zelf gedaan, hè? Maar de afwegingen die worden gemaakt, hebben die te maken met dus waar hij voor staat en of jullie hem goed of fout vinden, of waar hebben de afwegingen precies mee te maken? Omdat je zegt van nou, het interview was al eerder gedaan. Op dat moment, dat was een magazine, dat waren interviews met de personen van het jaar. Nou. Daar hoorde hij op dat moment zeker ook bij. En dit was... er was twijfel op de redactie, zei je? Dat bedoel ik eigenlijk. Er was irritatie op de redactie. Kijk, wij hebben niet getwijfeld aan het interview. Wij hebben Steffi Kouters op hem afgestuurd en die maakt persoonlijke interviews. En dus niet politieke interviews. Dat heeft onze chef Den Haag zei ook. Van blijf nou weg van die politiek, want wat hij daarover vindt, dat is inmiddels wel bekend. Maar probeer de man achter Baudet... portretteren. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon journalisten op onze redactie, zoals hier ongetwijfeld mensen in de zaal zitten, die dat helemaal niet willen lezen. Maar het is wel een terecht punt wat hier aangesneden wordt natuurlijk, want dat in principe alles, zeker als je het hebt over politiek, heb ik wel het gevoel dat je van continu in campagnemode zit. Hè? Ik bedoel, alles, ieder vraaguurtje bijna of... ik vond zelfs, misschien ben ik een beetje te cynisch al geworden, maar zelfs het nieuws dat... de Kamervoorzitter voor het eerst in 100 jaar had meegetekend in een motie tegen zeg maar, de manier waarop Denk omgaat met collega's in de Kamer, is al een vorm van campagne eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant, als je er zo naar gaat kijken, dan kan je eigenlijk ook bijna niks meer doen. Nee, dat was echt geen vorm van campagne hoor, dat was gewoon een heel sterk gebaar. Nee, maar ik bedoel dat... het signaal is... Ik bedoel hiermee te zeggen dat... Ik ben niet tegen je bedoelt, je moet je niet voor een kastje van politici laten spannen. Dit specifieke punt is veel vaker gemaakt zeg maar, door ook dezelfde personen. En een motie op zich, als je die los gaat pellen, er staat niks in, zeg maar. Het is niet meer dan wat er al gezegd is. Er zit niet ineens een soort van wet achter dat ze dit niet meer mogen doen of zo. Dus het is wel degelijk goed getimed. En ik vind dat je daar als journalist, als redactie, moet je daar zeer bewust van zijn. En dan kan je het nog steeds brengen. Dat hebben wij in dit geval ook gedaan. Hoor. Maar het is campagnetijd. Dat speelt in alles, zeg maar. En dat maakt het wel ingewikkeld. Nou, ze hadden het ook wel heel bont gemaakt in campagnetijd. Dus het kon niet anders, denk ik. Maar het is ook zolang hij zich laat... Laatste woord aan jou, voordat we naar de pauze gaan. Zolang Baudet zich laat interviewen door De Volkskrant zit het wel goed, denk ik. Want het eerste wat die autoritaire leiders doen is kritische journalisten negeren. Dat zien we bij Trump, bij Erdogan, bij Orbán. En we vragen ons af wie Baudet is. Dat zullen we straks wel merken. Denk ik. Hoe lang heeft hij nog geduld met kritische journalisten? Ik denk dat we blij moeten zijn dat hij zich nog steeds laat interviewen. Helder. Er is nu heel kort even ook... we gaan zo even naar de pauze en dan kunnen jullie een drankje halen aan de bar. En worden jullie ongeveer om 20:15 weer... of iets later terugverwacht. Maar voor nu is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Als die er al zijn. Dus heb je een vraag... Steek je vinger in de lucht en dan komt er iemand, als het goed is, met een... Ja, daar is iemand met de microfoon, gelukkig. Is er ook echt iemand? Die meneer daar, die was heel vroeg. Ja. Dus, deze meneer gaat de microfoon blijven vasthouden. Dus ja, die meneer die heeft het wel moeilijk naar dit luisteren. Zeg. Oh, ik wist natuurlijk wel Waarom? Dat ik... ik ben in de Rode Hoed, dus ik wist al dat ik in het linkse bolwerk was. Wat ik heel moeilijk vind, is dat het gaat hier vanavond over die platformen. En ik vind dus eigenlijk dat het voor mijn gevoel is het nu al... Bepaalde meningen zijn hier al gedeplatformd. Want jullie zijn met elkaar aan het praten. Gelukkig zijn er een paar uitzonderingen. Maar jullie zijn met elkaar aan het praten alsof jullie weten wat goed en fout is. Jullie weten, nou van de anti-vaxxers, er zijn natuurlijk nog bijna iedereen het wel over eens, maar dan nog. Maar jullie weten dat de mensen die het klimaatalarm anders bekijken, jullie weten dat die eigenlijk onzin zijn. Jullie weten dat rechts eigenlijk een foute mening is. Eigenlijk wat jullie aan het bespreken zijn hier is hoe kunnen we ze, als we ze dan niet die platformen, hoe kunnen we ze dan op een andere manier onschadelijk maken. Maar het is juist zo dat in het debat, jullie weten dat, jullie gaan daar niet over. We gaan er met z'n allen over wat meningen zijn. We gaan met z'n allen over het debat. Had je dit tegen mij gericht of tegen iemand in het bijzonder? Of? Tegen ons allemaal. Okay. Zijn er nog meer vragen? Ik beloof je overigens dat we straks ook over andere punten kunnen we hierop wel reageren? Je mag voor mij reageren. Ja, wil er iemand reageren? Ja. Nou, volgens mij is dat toch, we zijn het er nu toch over in gesprek met elkaar. Dit is toch een debat daarover. En er zullen vast allerlei andere debatten plaatsvinden. En dit debat sluit een ander debat niet uit. Dit is niet een, we zijn hier niet voor eeuwig de beslissingen aan het maken van wat het redactiebeleid gaat zijn. Kijk, ik laat je het gevoel zien van de mensen die bang zijn voor die platformen. De mensen die bang zijn voor die platformen, die denken, ik vind wat. En er zijn een heleboel mensen die vinden mij ineens een onmens. Ik ben ineens een racist. Jordan Peterson stond zelfs op die... Je weet niet, ik snap niet eens waarom die man zo omstreden is. Hè? Dus wij zijn bang dat de cultuurelite gaat bepalen dat onze stem niet gehoord mag worden. Daar gaat het over. En dan ga jij weer zeggen, dat doen we helemaal niet. Dat doen jullie wel. Jullie zijn aan het met elkaar te praten. Hoe kunnen wij rechts en Thierry Baudet onschadelijk maken? Maar, misschien heeft u wel gelijk. Dat is niet eens, hier mogelijk om te bespreken. Maar waarom ziet u hier de setting op het podium als mensen die het van harte met elkaar eens zijn, behalve een paar uitzonderingen? Want dat is al een framing die de verschillende meningen die hier aan tafel zijn neerzet als establishment en het tegengeluid. Hè? En mag ik heel even reageren? Het debat die gaande is, niet als debat ziet, maar als een poging om iets te overheersen. Even dat terug. Volgens mij zei jij dat je op een andere manier de foute mening moest bestrijden. Jij zegt in de context hier, nou deze manier mag komen, maar dan gaat wel gelijk zegt het een eikel is. Ja, ik weet niet of je dan heel veel zin heeft voor iemand te komen. Nee, ik zeg niet dat het een eikel is. Nou ja, maar je had het over context, duiding bieden. Hè? Dus je gaat de duiding, Jordan Peterson komt en dan zeg je, nou, de duiding is het eigenlijk een verschrikkelijk reactionaire bal, dus luister vooral niet, maar hij komt. Dat is toch min of meer wat je zegt, even bot gezegd. Nee, ja, mag ik wat zeggen? Dat is het opsluiten van mensen in politieke, culturele groepen. En daar doen media, maken zich daar zeker wel schuldig aan. Dat merk je gewoon. Dat merk ik ook uit het gesprek. Ik ben het best wel met je eens trouwens. Je hebt mij. Ja. Volgens mij zijn er inderdaad ook mensen die dit heel erg met je eens zijn, ook op het podium. En misschien moeten ze wel veel meer aan het woord komen. Is dat de les die we hier ook uit moeten trekken? Waren er nog meer vragen of opmerkingen? Ik ga even naar die mevrouw daar in de zwarte trui. Die stak net haar hand op. Dat ik ook een beetje het gevoel kreeg, terwijl ik eigenlijk totaal geen Baudet-fan ben, laat dat even duidelijk zijn. Maar ook een beetje een verstikkend politiek correct gevoel. Maar dat heeft ook te maken met de selectie van wat ik mee zit te lezen. En dat we het daar helemaal niet over hebben. Of jullie hebben het daar niet over. Misschien is dat inderdaad wel goed om dat wel te bespreken ook. Want dat stuurt ons ook heel erg in wat we hier op ons afkrijgen. Klopt, ik moet heel eerlijk zeggen, dit zijn selecties van... een illustratie van het onderwerp, maar inderdaad niet per se mensen die je dan net gemute hebt, of geblokt. Had u nog een laatste vraag voor de pauze? Daar, aan die kant zit meneer... Oh, sorry. Ja. Ik ga heel even naar die meneer daar. Ja, ik heb eigenlijk niet zozeer een vraag als meer een opmerking, of eigenlijk een soort van... een absoluut soort van... paniek die er bij mij is ontstaan, dat we blijkbaar in een debat zitten waarbij op het moment dat het gaat over de vraag, moeten we mensen die wetenschappelijke feiten ontkennen, dat er dan vanuit het publiek hele sterke reacties komen van allemaal veel te mensen die rechtmond dood willen maken op het podium. Ik vind het een soort heel eng gevoel, terwijl we volgens mij een debat hebben waar inderdaad, zoals Ivana net ook al benadrukte, er mensen met heel verschillende standpunten op het podium zitten en het niet een soort kwestie is van een soort cultuur-marxistisch establishment versus mensen die al monddood zijn gemaakt, maar dan toch op het podium zitten om de een of andere rare reden. Dus er wordt eigenlijk gedaan alsof er mensen gedeplatformd zijn die toch wel op het podium zitten. Een soort rare paradox. Oh. Oké, dankjewel. Ja, we gaan nu even naar de pauze. Weet overigens dat we hierna verder gaan, maar dat er daarna ook weer ruimte is voor vragen. Ja, dus voor waar je vraagt. Hi, ja, daar zijn we. Fijn dat jullie allemaal weer teruggekomen zijn. Tenminste, dat hoop ik. Mag ik de gasten weer terug uitnodigen op het podium? En mag ik alle mensen met een drankje in hun hand uitnodigen om weer te gaan zitten? Ja, ik zal zelf ook het goede voorbeeld geven en even gaan zitten, trouwens. Want we willen zo toch nog even verder met jullie praten, omdat we het gevoel hadden dat er heel veel te zeggen nog viel. Ik wou even een punt van orde nog zeggen dat als mensen boven een vraag hebben, of jullie dan even naar beneden willen lopen, want dat is een beetje te ver. Dus niet omdat we jullie niet willen horen, graag zelfs. Dus misschien iets wat ongebruikelijk, geen idee. Maar we gaan even terug naar de zaal en ook terug naar jullie om te kijken of er nog meer vragen zijn. Dus, of opmerkingen, maar het liefst wel vragen. Vragen, dat is eigenlijk wel een voorwaarde. Dus heb je een vraag, eindigt jouw zin met een vraagteken? Stel hem dan. Deze meneer met de groene trui, alsjeblieft. Ja, goeiedag. Ook Thierry. Ja, sorry. Zet zijn microfoon uit. De vraag is, houden jullie er wel rekening mee dat sommige politici, zoals bijvoorbeeld de mammoetvloeren, dat alleen maar trollen is? En dat die dus wachten op een opmerking zoals jullie, of reageren op de manier zoals jullie... Hij verwacht de reactie van de ander. Ja. Dat is waarom hij het zo stelt. Hij meent het alleen niet. Het is gewoon trollen. Van wie wil je het liefst antwoord? Fidan. Ach, god. Ja. Ga je? Ja. Nou, meer omdat ik het niet goed heb gehoord. Maar kan je haar trollen? Houden jullie er wel rekening mee dat zo iemand bepaalde dingen alleen maar zegt om te trollen? En niet specifiek dat het waar is? Of dat, hij doet het echt specifiek omdat hij weet dat het controversieel is. Nou, ik ben daar zelf heel slecht in. Ik heb... Oh ja? Mag ik wat? Nee, sorry. Oké. Okay. Nee, ik heb vorige week nog iemand gevraagd... Kijk, die heeft zoveel volgers bijvoorbeeld online en volgt zelf zoveel mensen. Zou dit dan een troll zijn? Ik ben daar vrij naïef in ook, denk ik. Want ik hoor ook af en toe, oh, maar dat zijn allemaal trollen van Denk. Of dat zijn allemaal trollen van Erdogan. En ja, hij bedoelt de vraag anders. Hij bedoelt niet, ik kijk er niet. Of dat een troll, zeg maar, een soort van niet bestaand persoon is, maar meer het gedrag trollen. Dus de vraag is, iemand stelt iets... Lokt daarmee iemand anders de tent uit. Ja, maar wie en waar? Dan moet ik weten, concreter hebben. Thierry Baudet, die zegt, we hebben een man moeten, je ziet hem glunderen. Ja. Je ziet op een bepaalde manier, zie je dat of hij dit doet om te provoceren, ja, tuurlijk doet hij politiek dat gewin. Het is een provocateur eerst. En wat zijn ware agenda is, dat weet je niet. Maar op het moment dat iemand het klimaat ontkent... hoeft het natuurlijk niet precies zo te wezen dat hij dat echt vindt. Dat hij dat ook echt vindt, ja. Maar het kan ook zijn dat hij dat gewoon doet om iets te behalen. Je ziet dat zo'n iemand als Trump, die reageert alleen maar op een bepaalde manier... omdat hij weet dat het zo werkt. Ja. Dat hoeft niet te betekenen dat het zo is. Maar eigenlijk zeg je daarmee dat dan journalisten die bij de feiten willen blijven... dat er Achilleshiel is of zo. Want je kan aan de andere kant toch ook niet anders? Iemand zegt iets wat niet waar is, nee, dat weerleg je. Of dat ga je checken. Niet checken of iemand echt vindt wat hij vindt. Nee, maar je kan wel kritische vragen stellen. Op internet is dat moeilijker, maar op het moment dat je een interpersoonlijke gesprek hebt... dan kun je wel op de emotie van iemand ingaan in plaats van op zijn feitelijke stelling. Hè? Als iemand boos wordt en die begint echt... Marijn wil even antwoorden. Ja. Ja, want volgens mij is het ik denk dat het echt een ding is. Want er is, die trollcultuur bestaat zeker. En het heeft ook heel erg te maken met die internetcultuur... die vooral ook uit de VS komt met 4chan en al die dat soort dingen. Maar wat je bijvoorbeeld ziet met die aanslagpleger in Christchurch... die had een trollmanifest eigenlijk, hè, voor zijn aanslag. Dus je ziet dat tegelijkertijd trollen ook en semi-ironische statements... ook uiteindelijk serieus kunnen zijn. En dat is het lastige, zeg maar. Dus je kan eigenlijk niet onderscheiden van... Nou ja, wanneer is iemand nou ironisch bezig en wanneer niet. Dat is bij geen stijl natuurlijk ook... als Annabel Nanninga het heeft over dobbernegers... is ze dan gewoon mensen aan het provoceren? Of bedoelt ze dat? En dat lijkt natuurlijk ook tot een bepaalde vervuiling van het hele debat. Ik ben geneigd om dit niet provocatie te noemen... want provocatie is bedoeld om een reactie uit te lokken... maar onderdeel van de politieke strategie. Die allerlei ballonnetjes even in het debat loslaat en daarop kan voortbouwen en vervolgens ook wel dingen kan terugnemen. Overigens ook best wel goed beschreven in boeken als Kill All Normies, want een van de eerste duidingen zijn van strategieën van alt-right. Die dat verbinden met allerlei ironische politieke strategieën, die juist een soort momentum ontwikkelen, niet door redelijke argumenten en ook nog... Maar het is iets anders, het functioneert iets anders dan provocatie. Ja. Er was nog een vraag. Ja, ik heb een vraag aan de Volkskrant. In levende lijf. Al jaren abonnee hoor, maar dat geeft niks. Maar ik vraag me wel eens af, hè. Dus je had het net over het magazine van Baudet, en laatst met Klaver. Wat de overweging is dat u vindt of denkt dat een lezer daarin geïnteresseerd is in een persoon die in de politiek andere dingen moet doen. Wil ik zijn glamour weten, dan koop ik wel de Esquire of zo, noem maar op. Of de privé. Maar wat is de overweging? Want ik ben niet geïnteresseerd in wat meneer Klaver dus in zijn vrije tijd doet, of wat Asscher doet op het voetbalveld met zijn kinderen. Ik wil weten wat hij aan de politiek... Ja. Want daar is hij voor gekozen. Helder. Wij maken natuurlijk iedere dag een behoorlijk dikke krant. En wij gaan er niet vanuit dat de lezer in alles... Alle lezers in alles geïnteresseerd is. De lezer snackt dat waar hij op dat moment behoefte aan heeft en interesse aan heeft. En wij zien wel dat onze persoonlijke interviews, daar kan je het ook een beetje wel op testen. Of het nou Baudet is of Marijnissen. Die worden in ieder geval online... kun je zien of lezers het lezen, hoeveel minuten ze eraan besteden, of ze het uitlezen. Daar wordt van gesmuld. Net zoals overigens die serie die we nu brengen over de zin van het leven. Dus je wil de lezer ook bedienen in meer dan alleen maar de politieke feiten. Je wil soms ook de mens achter iemand laten zien. En daar wil je niet ook per se selectief in zijn dat je denkt van ja, maar deze persoon die verdient het om gezien te worden. Maar u hoeft het natuurlijk niet te lezen als u het niet interessant vindt. Helder. Daarachter in de zaal was ook nog een vraag. Dus... Ja, ik ben werkzaam in de energietransitie. En ik zie dat veel politici van alle politieke partijen daar veel moeite mee hebben, want het is een heel ingewikkeld gebeuren. De regelgeving, de techniek, de markt, alles verandert in ongelooflijk snel tempo. En politici roepen daar voortdurend wat over, maar ze hebben eigenlijk geen idee. En dat is echt partijbreed. Dat is ook niet aan te rekenen, want het is gewoon ingewikkeld. Nou ben ik zelf geen klimaatontkenner. En ik had bij Nu.nl, of hoe dat dan ook heet, best mogen reageren. Ik was niet geblokt geraakt. Dus niemand wordt geblokt. Maar weet ik wel, gewist. Maar die grens is wel heel erg nauw, want elk moment dat er iets gebeurt met ofwel de techniek of de regelgeving of de markt of anderszins, dan verandert de waarheid op dit dossier. Ja. En dat betekent dat de waarheid van gisteren niet meer de waarheid van morgen is en dat de dingen die dus wel of niet toegestaan worden door Nu.nl of de Volkskrant of de journalisten die feiten checken en dat soms ook heel erg raar doen, dat die niet meer kloppen. En dat die waarheid, en daar maak ik me zorgen over. Kunt u toewerken naar een vraag? Ja, mijn vraag is van waar ligt de grens bij het modereren of die platformen? Want het is, kijk, een algemene waarheid van klimaat ontkennen, relatie, dat is één ding. Maar als je maar een centimetertje opschuift, dan begeef je je op glad ijs. En daar ben ik heel bang voor dat die grens overschreden wordt. Uitstekende vraag. En vooral ook... Ik zou dit misschien, er zijn een aantal mensen waarvan ik denk van nou, liever niet. Daar maak ik me echt heel erg zorgen over in het panel. Maar de vraag is, uitstekende vraag, waar ligt de grens bij? Nou, sowieso dank voor deze vraag, want dat geeft mij een mooi bericht. Maar ook even nog iets waar ik net in de zaal op werd aangesproken door Roderick Velo, die ook vond dat we wel wat ver gingen. Ik ga misschien mezelf nog even een cursus standpunten communiceren geven. Want volgens mij heb ik hem nog net wel even kunnen overtuigen dat het dus niet zo is dat als jij vindt dat er geen klimaatopwarming bestaat, dat je dan überhaupt niet op Nu jij zou mogen reageren. Hè, dus dat punt wil ik graag wegnemen. Want dat mag je bent juist van harte welkom, omdat we met je het gesprek daarover willen aangaan. Waar wij de grens leggen, dus eigenlijk, is puur bij mensen die zeggen het is niet waar dat het gebeurt. Dus, en daar is nu al wel een redelijk aantal jaren aardige consensus over dat dat zo is. En dat ik zou kunnen zeggen, als dat... Er zijn ook genoeg mensen die zeggen dat dat niet zo is. Nee, precies. Er geen wetenschappelijk consensus is. Nee, klopt, maar als je, die groep is bijzonder klein. En goed, jij denkt daar wellicht anders over. Ik vind het interessant, ik ben geen ontkenner of zo. Maar nee, maar wij hebben gezegd, omwille van de discussie, om niet juist de discussie hebben van gebeurt het nou wel of niet, de discussie te gaan hebben van maar wat moeten we doen en wat is zin en wat is niet zinnig. Dat was eigenlijk de vraag niet, hè? Niet van deze discussie, maar van welk onderwerp op dit... Hè? Ga je wel... kan je dus, als je een stap, net een ander punt, hè? Van niet meer absoluut geen klimaatrelatie, maar stel dat je net een iets ander onderwerp hebt, ook klimaatgerelateerd, dus dat het net iets anders is. Ja, wie gaat dat bepalen? Wie gaat dat modereren? Dan welke journalist weet waar het over gaat? Dan kom je toch bij het woord censuur. En ik vind raar dat dat woord niet is gevallen vanavond. Nou, laat het vallen. Ja. Censuur. Ja, maar dus ik vind de vraag interessant, maar ook een beetje onduidelijk. Want je hebt het over onderwerpen waarvan ik niet zeker weet wat je precies bedoelt. Het gaat over wat zijn de argumenten. Ja, dus de argumenten zijn in dit geval, daarom, ja, dat was dus niet de vraag, maar de wetenschap is hier redelijk over dit onderwerp. Als het bij andere onderwerpen niet zo is, dan mag je erover praten. Maar speculeren is misschien, maar één dingetje die ik nog wil toevoegen. Wacht heel even, wacht op de microfoon, dan komt hij nog een keer. Wat volgens mij mijn achterbuurman bedoelt is, wat zijn de politieke argumenten om het ene onderwerp wel toestaan en het andere niet? Nou, die zijn, daar hebben we die regels voor. Dus zeg maar, het waarheid is er eentje, zeg maar. Dus, en dat is... We hebben de punten waar we het hierover hebben, zijn er niet zo heel veel. Hè. Het is vaccineren, het is klimaat, maar het gaat veel vaker nog over speculeren. Hè. Dus ik kan me nog goed herinneren het auto-ongeluk waarbij 4 Polen in een auto zaten die in de sloot, een noodlottig ongeluk. De eerste reacties die daarop komen is, oh, ze zullen wel gedronken hebben. Nou, dat soort dingen halen wij weg, want het is niet waar, of tenminste het hoeft niet waar te zijn, het is nog niet aangetoond. Op het moment dat dat wel aangetoond is, ja, dan mag je dat soort dingen weer zeggen. Maar dan zit je bijna op de stoel van een rechter of... het is gewoon eigenlijk zelfcensuur in zekere zin. Ja, dat woord moet echt vallen, want... Ik vind de grens zou moeten liggen bij het oproepen van geweld bijvoorbeeld, of wanneer je... de wet overtreedt. Nee, maar dat is oproepen van geweld. Je mag niet vloeken. Wie zijn wij om te bepalen wat de waarheid is? Dat is ook in die eye of the beholder. Hij zegt een kleine groep van mensen... Maar het beeld wat ontstaan is uit dit klimaatdebat... is dat wij dit de hele dag aan het doen zijn op allerlei onderwerpen. Dat is helemaal niet zo. Heel veel gaat inderdaad over wat jij zei. Je hebt je te houden aan de Nederlandse wet. Je hebt je te houden aan wat wij... Maar antivaxers vind ik bijvoorbeeld een ander verhaal. Dat gaat echt direct over de gezondheid van jouw kinderen bijvoorbeeld. Ja, dit klimaat vind ik echt... Het gaat gewoon te ver. Ik vind het echt te ver gaan. Je hebt het over in die zin, wat je net zei, fatsoen. Dus bijvoorbeeld op elkaar uitschelden voor van alles nog wat. Ja, dat staan wij ook niet toe, omdat wij gewoon... dat is weer een ander verhaal. Nee, goed, maar dat zijn ook dingen die... Maar ik ben nieuwsgierig hoe jullie zijn omgaan met de aanslag in Utrecht bijvoorbeeld. Als we het over censuur hebben. Ja. Ik heb er geen informatie over, maar ik ben nieuwsgierig hoe jullie dat hebben aangepakt. Want... een paar uur na de aanslag begon al de manipulatie vanuit Turkije. AHBer, dat is de krant, de hele organisatie van Erdogan. Die begon al berichten te sturen dat het om eerwraak zou gaan en dat hij van plan was om een schoonzus te vermoorden en zo. En iedereen had erover, dat geloof was ervan. Ja, het was eerwraak en hij had gemunt op één vrouw. En het heeft dagenlang geduurd voordat het duidelijk werd dat het toch een terroristische aanslag was. Ja, en nu vraag ik me af, hoeveel informatie hadden jullie en hebben jullie daar iets mee kunnen doen? Maar heb je het nu over wat er op Nu.nl doen of wat er op jij Nu.nl of de Volkskrant. Nee, maar wat wisten jullie? Wij wisten daar, wij kregen die informatie ook. Hè. Ik bedoel, in die zin is het, als er ergens een grote ramp gebeurt, dat is niet anders of dat nou in Nederland gebeurt of ergens anders in de wereld, dan is het eerste wat er daarna gebeurt, is ontzettend veel geruchten gaan er rond, die soms heel lastig te checken zijn voor ons en daar gaan we altijd heel terughoudend mee om. Dus in het geval van Utrecht was het natuurlijk super dichtbij, dus was het niet zo dat jij geruchten rond zou gaan op het internet, maar was het letterlijk collega's, mensen die gebeld werden door vrienden of familieleden, die zeiden, joh, ik zit in deze appgroep en hier zeggen ze inderdaad dat het zijn schoonzus is. Dat soort dingen hebben wij allemaal niet gebracht, omdat het gewoon niet te checken is door ons. Ja. Even kijken, nog één laatste vraag. Mag ik nog heel even aanhaken bij het woord censuur? Want ja, sorry. Dat vind ik wel ik zou ervoor pleiten om dit toch wel geen censuur te noemen, omdat censuur is een heel erg moreel beladen woord. Die betekent dat er onwelvallige meningen eigenlijk worden geweerd, omdat ze gevaarlijk zijn voor de machthebbers. Hè. Dat is uiteindelijk is het ook onze eerste associatie met censuur, is eigenlijk alle enge regimes die gewoon alle tegengeluiden de kop indrukken. Ja, maar het hele en ik vind het een onderscheid dus tussen iets censureren en het debat afbakenen. Dat die op bepaalde feiten moet berusten. Anti-vaxxers, dat gaat niet alleen maar om zorgen van burgers. Want zodra we zeggen zorgen van burgers, zijn we geneigd om te zeggen van... ja, ik heb daar empathie voor, ik heb een begrip voor, ik kan er wel een zekere ruimte voor geven. Het gaat om een verband leggen tussen vaccineren en autisme... die volstrekt nergens op berust, behalve op paranoia. En dat is keer op keer bewezen... En daardoor ontstaat op den duur gevaar voor volksgezondheid. Nou, dat vind ik iets anders om op die gronden te zeggen van... nou, moeten we misschien wel eens een keer ophouden. Om dingen die in die richting eigenlijk worden beweerd... toe te laten op het platform. Ik vind dat iets anders dan censuur. Maar de discussie gaat nu over... jij hebt het over het weghalen van meningen. Wij zeggen, we berusten ons op feiten. En in het klimaatdebat gaat het over dat wat sommige mensen feiten noemen... vinden andere mensen meningen. En daarom lopen die twee een beetje op elkaar. Dus ik snap op zich wel dat het gezegd wordt. Het enige wat wij gezegd hebben is juist... als je kijkt naar waar de discussie volgens mij over zou moeten gaan... is of je nou wel of niet gelooft in de opwarming van de aarde. Iedereen krijgt hiermee te maken. Hè. Er zit nu nog in ieder geval een kabinet met een klimaatakkoord... waar een aantal maatregelen in zullen komen waar iedereen gaat raken. En daar zou je over moeten kunnen discussiëren met elkaar. Maar dat is, misschien is de kernvraag ook bij die meneer die achterin stelde... Ik kom later, sorry, wacht heel even met je vragen, want dan komen we straks op terug. Marijn, ook als je het dus hebt over voorwaarden stellen aan mensen die op je platform of in je krant of op je programma komen. Waar ligt dan die grens? Is dat de grens bij de rechter? Of is dat bij belediging? Of is dat bij wetenschappelijk... is er een grens te stellen, denk je? Nou ja, ik denk dus dat je niet moet willen dat de overheid gaat bepalen wat verschillende redacties gaat doen met hun kranten. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij die redacties zelf. Alleen vind ik het probleem dus in Nederland dat die redacties interne discussies hebben. En die zijn vast heel diepgaand en zo. Maar er is bijna geen publieke discussie daarover. Ook omdat het een heel erg gevoelig onderwerp is. Je hebt dus... Denk ik, het probleem is dat, je hebt de klassieke slogan van Fortuyn, ik leg de grens bij oproepen tot geweld. Mm-hmm. Maar die grens is eigenlijk best wel een stuk poreuzer dan we eigenlijk denken. Want als je eigenlijk zegt van, we gaan naar een apocalyps, er is een trend in de politiek, we worden gedomineerd door een bepaalde elite... en we kunnen met democratische middelen die trend niet meer keren. Als je een dergelijk wereldbeeld uitvindt, dan kunnen mensen heel goed daaruit de conclusie trekken dat gewelddadige actie gerechtvaardigd is. En dan heb ik het zowel over moslimfundamentalisme als over rechtsextremisme. Of je kan het ook zelfs bedenken als je Fortuyn bijvoorbeeld portretteert als... een fascist en een rechtsextremist, zoals heel veel gedaan is in eind jaren 90, begin jaren 2000, dat creëert ook een klimaat waarin geweld denkbaar wordt. Dus ik denk dat je daar op dat gebied heel zorgvuldig moet zijn als redactie en dat er daar op dat gebied ook veel meer een maatschappelijk debat moet plaatsvinden, omdat je het als redactie ook niet alleen kan. En wil je daarop reageren? Is dat een... Goeie grens. Ja, zorgvuldig, als je het te ver doorvoert, kan het dus leiden tot censuur. En er is altijd een vacuüm van de wens om meningen te beperken. In totalitaire regimes zijn het de regeringen. En we leven gelukkig in een land waar dat niet hoeft. De overheid doet dat niet voor ons, maar die vacuüm wordt altijd wel gevuld. En in Nederland dus door bepaalde groepen burgers die eisen dat het gedaan zou moeten worden door krantredacties. Ik heb net die vraag van net, ja, het gaat er bij mij gewoon niet in dat het 3 dagen heeft moeten duren voordat we erachter kwamen dat het geen schoonzus was en dat de hele aanslag niet in relationele sfeer lag. Dus ik ben bang dat de Nederlandse pers terugvalt in de reflex en zich laat gebruiken door de eis van die bepaalde groep om... Ik heb een beetje het gevoel dat je naar iets aan het zoeken bent wat er niet is. En ten tweede, voor mij is het geen 3 dagen geduurd, maar was het een dag later al dat er bekend werd dat er geen relatie bestond tussen de dader en de slachtoffer. Dus gewoon een dag later heeft dat overal gestaan. Dus ik weet niet helemaal... Volgens mij is de volledige context nog steeds niet bekend. Nee. We zijn er nog steeds mee bezig om... Ja, beide scenario's. Wat er op het briefje stond, dat weten we nog steeds. Ja, nee, dus heb je nog niet alle feiten bij elkaar. Ja. Nee, maar, even duidelijk, jij denkt dus dat... Laat ik het even bij nu.nl houden, dat wij bepaalde informatie niet brengen, omdat we... niet willen dat een ander verhaal naar buiten komt dan dat het eerder is. Ik vind het raar dat de mensen niet genoeg informatie krijgen over zo'n belangrijke gebeurtenis. Vind je dat de taak van de media? Vind je dat de taak van de media, of bijvoorbeeld van de NCTV? Ja, natuurlijk is het de taak van de media. Zo snel mogelijk met informatie komen. En dat ben ik ook... Ja, maar die informatie moeten ze wel checken. Nee, ik ben het met je eens dat er heel lang onduidelijkheid is geweest. Hè. Laten we misschien hier even in het midden laten of het nou 1 of 3 dagen was. Dat het lang onduidelijk, dat het nog steeds eigenlijk onduidelijk is. Hè. Het is een taak van journalisten om dit te gaan uitzoeken. Maar ik denk niet dat je dat op de seconde of op de dag kan verwachten. Dat is wel een rol, vind ik, van de OM of politie of burgemeester. Ja. Vind ik, maar... Ik wilde nog heel even, voordat we weer teruggaan naar de zaal, laatste onderwerp bespreken. En dat is misschien wel dat... onderliggende assumptie van dit debat überhaupt is dat traditionele media natuurlijk heel erg onder druk staan. Als je kijkt naar Amerika, onder Trump worden journalisten, tenminste journalisten van bepaalde kranten, van traditionele kranten, verdacht gemaakt. Het gebeurt in meer landen. En mijn vraag is eigenlijk, het viel mij vanmorgen op en ik ga het toch maar weer gewoon zeggen, want dat was in een reportage van het Forum voor Democratie. Het had ook van... een reportage van Denk kunnen zijn of van een andere politieke partij. Maar daar werd gezegd, ja, linkse media die knipperen er dan weer stukjes uit. Of iemand anders zegt, ja, de media doen hun best om ophef te creëren. Wat mij dat deed afvragen, hoe staat de journalistiek inderdaad in dat opzicht onder druk van bijvoorbeeld politieke partijen? Corine, want dit was in jouw krant. Hebben jullie daar inderdaad mee te maken? We merken wel dat... vrije verslaggeving niet altijd mogelijk is. Dat we bij bepaalde bijeenkomsten van sommige partijen worden geweerd dat ze niet altijd openstaan voor interviews. En ik denk wel dat dat toeneemt. En wat voor effect heeft dat dan? Want ik... Nou, dat maakt het ingewikkelder om een goed verslag te doen. En dat zie je niet alleen maar in de politiek, dat zie je ook in het bedrijfsleven, dat bepaalde clubs... heel snel naar de rechter stappen, wat ons ontzettend op kosten jaagt. Waardoor je ziet dat sommige media niet eens meer durven schrijven over een telefoonbedrijf als Pretium of een Scientology Club als Landmark uit de VS. Dus er is wel, je merkt wel dat de journalistiek grimmiger wordt en ingewikkelder wordt. En vaker in het... verdachte bankje wordt geschoven. Dus dat maakt het niet makkelijker, maar het maakt het vak ook wel weer urgenter en fascinerender. Ivana? Ja, ik denk dat we onderschatten in hoeverre... Ik bedoel, omdat media een publieke taak hebben... denken we dat het iets is wat op zichzelf staat. Maar uiteindelijk is die taak kunnen doen afhankelijk van de publieke sfeer. En als die publieke sfeer heel erg gepolariseerd is... dan is wordt die taak moeilijker, zo niet onmogelijk. Ik ken het zelf uit Servië, waar die polarisatie al jaren eigenlijk veel heftiger is geweest dan in Nederland. Joris Luijendijk heeft er een leuk boek over geschreven. Daar gaat het ook eigenlijk om mogelijkheid van journalistieke verslaggeving zonder die publieke sfeer. Ook simpelweg omdat het, ja, in sommige gevallen kun je de feiten niet goed checken, maar in sommige gevallen kun je ze wel checken, maar dan word je niet geloofd en dan zit je weer in een soort kloof. Het zijn net mensen, maar trouwens. Mm-hmm. Ja, ik denk dat. Maar dat is iets wat we in debat een beetje onderschatten, is dat hoe moeilijk het werk van de media wordt op het moment dat het publieke sfeer wordt verschuurd en gepolariseerd. Ja. In degene die wel en degene die niet de manier van berichtgeving en de autoriteit van de media als een nieuwsbron herkennen. Maar ik weet niet, want kijk, de grens ligt wat mij betreft wel bij, kan je je werk doen. Hè? En ik heb het idee dat deze week dat best kon. Hè? Dus dat er niet politici zijn geweerd bij bijeenkomsten. Mm-hmm. Dat is natuurlijk bij vorige verkiezingen wel anders geweest. Zeker. Tegelijkertijd wat je volgens mij... En we hebben ook geen minister-president die zich op... Nou ja, de manier waarop de Amerikaanse president zich uit naar journalisten... Dat hebben wij ook niet. Hè. Mm-hmm. We hebben best wel genuanceerd landschap, vind ik. Wat de grote verandering is met de opkomst natuurlijk van internet en sociale media... is dat wij veel vaker ter verantwoording geroepen worden. En ik denk dat dat gewoon een goede zaak is. Ja. Ik bedoel, net zo goed dat het een goede zaak is dat wij hier zitten... en dat de mensen in de zaal tegen mij kunnen zeggen dat ze me flapdrol vinden... omdat ik een raar besluit heb genomen. Ja, later. Ja. Nee, maar dat is toch mooi. En volgens mij word je daar juist beter van. Even het woord geven aan Fidan. Ik wou zeggen dat het heel zorgwekkend is dat de media en de politiek zo met elkaar zijn verweven. Mm. Ik heb het mee te maken gehad toen, ik denk de meeste mensen het misschien wel gezien hebben, de partij Denk invloed wilde uitoefenen op de koers van ons programma. Dat hoorden wij al heel lang, dat ze wilden praten met de NTR. Dat ontkennen ze nu een beetje, maar dat mogen ze ontkennen, want het staat ook gewoon online in een filmpje waar ze dus kritiek hebben op hoe het onder mijn leiding het programma eruit ziet. En toen dacht ik, ja, de reden dat zij denken dat er met ons gepraat zou kunnen worden over diversiteit bij de NTR, want dat kan blijkbaar wel, dan ga je natuurlijk niet op de inhoud van een programma zitten, maar die deuren staan wel open. En wat ik hoor, dit gaat vooral over de publieke omroep, mm-hmm. Er wordt bijvoorbeeld ook gezegd dat de EO bij Aris Lop op schoot zit. Dus daar gebeurt die verzuiling, die is daar nog steeds gaande. En ik heb het gevoel dat eigenlijk zouden journalisten daar wat meer op moeten zitten. Want mm-hmm. ik hoor echt verhalen waarvan ik denk, ja, dit kan gewoon niet. Mm. Dat hoorden we natuurlijk ook al over nieuwsport. Dat mensen dat journalisten zo close zijn met politici. Ik heb collega's die zeggen van, ja, als ik een kritisch stuk over die en die schrijf, groet die me de volgende dag niet meer. Iemand uit de Tweede Kamer. En dat maakt je wel chantabel als journalist. En nu ik zeg maar in een positie zit waarin ik dit meekrijg... want ik heb niet eerder een programma gepresenteerd bij de publieke omroep... ik zie dingen waar ik echt van schrik. Waar schrik je dan precies van? Nou ja, wat ik net zei, dat die deur dus wel open staat. Ja. Kijk, als jij wil praten over... We zijn financieel natuurlijk afhankelijk. Ja. Het is ook niet zo gek dat die deur open staat. Alleen waar leg je de grens wanneer het gaat over... jij kan praten over diversiteit. Ja, ik kan me best voorstellen dat in dat gesprek dan valt... hoe zit het eigenlijk met de Nieuwe Maan? Had ik het niet naar buiten gebracht, was het niet naar buiten gekomen. Maar ervaar jij dat als een belemmering in je werk? Ben ik ook echt op mijn vingers getikt. Hè? Het is goed dat je dan herhaalt. Maar ervaar je dat als een belemmering in je werk? Ik vind dat ik zo chantabel gemaakt word. Of ik vind dat ik daarmee mijn onafhankelijkheid niet kan bewaren. Er zijn momenten geweest dat ik ook heb gedacht... ik ben benieuwd wanneer ik te horen krijg dat mijn contract niet wordt verlengd. Ja. Ik weet niet hoe onafhankelijk ik ben daarin. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Er lopen allerlei banden. Ik ben natuurlijk wel... iemand die denkt, ik zit daar en ik nodig allemaal mensen uit waarvan ik denk dat is interessant. Vervolgens gaat Denk, die altijd roept, trap er niet in met de media. Ja. En nog wat andere partijen misschien daar moeilijk over doen. Dan komt er weer een boycott online, want zo ging het. Het heeft gewoon een sneeuwbaleffect. Precies. Ja, ik denk dat er dan... En mensen worden opgeroepen om dus niet te kijken. Ik kan me best voorstellen dat men misschien op een gegeven moment bij de NTR zou zeggen... Misschien is het heel verstandig dat ik dit zeg, maar ze geeft ons te veel gedoe. Ja. En ik weet dat dat met Sonja Barend destijds ook zo is gegaan. Hè? Die kreeg echt heel veel van bovenaf. In de tijd dat er nog brieven werden gestuurd. En ging het niet over mail of online sociale media. Die had het zwaar te verduren in die periode. Omdat ze natuurlijk ook heel erg haar mening gaf. En die werd echt vaak op haar vingers getikt. Maar dat weet ik van mensen die met haar werkten. Maar door partijleiding bedoel je dan? Nee, door de omroep zelf. Hmm. Maar ik zeg toch, dat staat helemaal niet zo los van elkaar. Je bent afhankelijk van Den Haag. En dat... Een Haagse redactie als van de Volkskrant is natuurlijk ook afhankelijk van Den Haag. En volgens mij wat jij zei is dat partijen misschien wel in toenemende mate niet meer willen meewerken of niet toegankelijk zijn. Nee, nou ja, dan werken ze een tijd lang niet mee en op een gegeven moment komen ze wel weer terug. Ja, jullie hebben nog nooit een levenslange boycott gehad, zeg maar. Nee. Ja, ze hebben je wel nodig. Maar we zouden ons daar nooit door laten weerhouden. En onze Haagse journalisten passen er ook wel voor op dat ze niet bevriend raken met de politici. Ja. Als je stelt dat dit gaande is, zeg maar, en dat er misschien dan ook dus een groep is die moeilijk bereikt wordt door jullie media, wat kun je daaraan doen? Op andere manieren proberen toegang te krijgen door journalisten die ze niet kennen of... Ja, er zijn natuurlijk andere manieren om aan je informatie te komen. Ja, Ivana, ja. Nou, kijk, wil je iedereen bereiken? Hè? Ik vind het wel heel belangrijk dat de media niet inderdaad zichzelf verkokeren. Maar uiteindelijk bereik je nooit iedereen. En, uiteindelijk als een partij grote groepen stemmers trekt, dan wil je wel meer weten over die partij. Ja. En over hoe zo'n partij georganiseerd is en... hoe die zijn achterban bedient en wat er op die bijeenkomsten speelt. Ja. Nee, maar kijk, ik begrijp het ook dat soms kan je ook niet ontkomen vanuit je journalistieke plicht, ook al draagt het op een bepaalde manier wel bij in een meer exposure. En daarom zeg ik ook van, er is een verschil tussen zeggen van ja, er is wel een rol die media erin spelen en het is de schuld van de media. Dit zijn ook maatschappelijke processen die zich niet in media afspelen. Maar soms via eigen mediakanalen en soms zijn het ook gewoon een beetje van die onderstromen. En het is maar de vraag of je dat de media schuwen moet schuiven om dat tegen te houden. Ja. Dat vind ik ook een beetje onfair, zeg maar, verdeling van maatschappelijke taken. Ja. Heb jij de indruk dat de autoriteit van de traditionele media onder druk staat op dit moment? Ik heb het gevoel dat autoriteit van alle soorten instituties... niet langer als instituties worden opgevat. Dus dat de media als een soort establishment wordt gezien, die zeg maar met één mond praat met de zittende macht, is heel raar als je bedenkt wat voor institutie media is, als een soort kritische check op de macht. En dat er gewoon heel veel structuren binnen de media zijn gemaakt om dat te verzekeren. Dat die worden ondermijnd door bepaalde processen, dat is een vers 2, maar dat de... Ik bedoel, er zijn heel veel redenen om juist voor media als institutie te bepleiten als je die onafhankelijkheid wil. En niet om te zeggen van, media zijn establishment, doei. We doen het gewoon lekker in eigen kringetje. En sectarisme is kennelijk geen probleem. En paranoia en alle zeg maar groepspsychologische processen. Ik ben van een enthousiast naar een behoorlijke scepticus van allerlei media zelforganiserende zeg maar, nieuwskanalen geworden... Omdat ik bijna één op één alle massapsychologische groepsprocessen daarop terug kan zien. Aan de ene kant wel een behoefte om een soort onafhankelijke informatievoorziening te hebben met input van vele kanten. Maar ook wel gevoeligheid voor allerlei soorten triggers, om allerlei soorten paranoia's, complotdenkentheorieën en allerlei ontsporingen erin. Helder. Om dat te voorkomen heb je instituties nodig die bepaalde checks en balances hebben. Wij zijn überhaupt... ook recht niet langer als institutie aan het beschouwen, et cetera, et cetera. Dus er is wel überhaupt een soort erosie van denken wat een institutie is. Gaande, ja. Ja. Nou mag ik eens een vraag stellen aan de zaal? Zijn er mensen naar de zaal, dus. Hier die vinden dat er wat zit in die beweging van de deplatforming? Die vinden dat bepaalde stemmen geen plek verdienen in de media, dat we die zouden moeten doodzwijgen? Zit daar meneer in de hoek? Dat vind ik die even aan het woord. Ja. Nou ja, je kan natuurlijk mensen bijvoorbeeld die de Holocaust ontkennen. Ik dacht er even aan David Irving of zo. Die ga je toch niet. Ik denk ook niet dat mocht hij in Nederland zijn. Hij is ook trouwens een keer op TPO, de Posterlijn, geïnterviewd door Annabel Nanninga. Toen ze nog journalist was. Maar ze vonden wel dat hij onzin praatte. Maar... je kan bepaalde meningen die zijn zo niet waar of fout dat je denkt van ja, god, daar willen we dan een platform aanbieden. Of we gaan dat gewoon keihard bestrijden. Zoals bijvoorbeeld de Holocaust-ontkenningen van David Irving. Hè, die beruchte historicus die allemaal feiten verzint. Nou, ik ben zelf historicus, daar kan ik wel over praten. Milieu snap ik niks van, maar bepaalde dingen kun je toch wel denken van, ja, goh, als professional, ja, die praat daar onzin over. Daar kun je toch best wel als professional toch denken van, ja, je kan anders wel zeggen van alle meningen zijn evenveel waar, maar dat is gewoon niet zo. Je hebt gewoon, als je ergens verstand van hebt, is dat waar en de rest is gewoon onzin. Dat klopt. Zit daar een meneer in een geruite blouse die net zijn hand opstak en hij was de eerste. Sorry, een andere geruite blouse. Daar, met een Superman-t-shirt aan. Die meneer. Even kijken hoor. Dus ik wou reageren op die meneer die net zei dat alle meningen niet evenveel waard zijn. Maar er zijn ook gelovige partijen, zoals de SGP. En die hebben een heel ander wereldbeeld. Ja, laat je die mensen dan in hun waarde door altijd te zeggen, dit is niks waard en wij weten het beter. Moet daar niet ook een discussie over zijn? Gaan we iedereen die platform omdat wij een ander wereldbeeld hebben dan bijvoorbeeld gelovige mensen? Maar dat kan op allerlei manieren. Waren er nog meer opmerkingen / vragen? Meneer Velo, daar... Die meneer die daar zijn vinger op steekt. Ja. Ja, dankjewel. Ik wil eigenlijk de vraag terugspelen aan de Volkskrant zelf, Corine. Want er is een serieuze poging gedaan om geen stijl te die platformen. Naar aanleiding van een column van een columnist van jullie, Loes Rijmer. Ja. En dat is opgepakt door een andere columnist van de NRC Handelsblad. En toen is er een actie gestart om de adverteerders bij geen stijl aan te spreken. En over te halen eigenlijk om weg te gaan van geen stijl. Met de bedoeling natuurlijk om de financiële toevloed, of dus financiële, hoe noem je dat? De inkomsten af te knijpen. Nu, is dat een goede ontwikkeling volgens de journalistiek, volgens jou? Dat was een opinie. Bijdragen van een aantal vrouwelijke journalisten. Dat was niet een hoofdredactioneel commentaar. Het was een prikkelende opiniebijdrage. Dat vond ik. Dat is denk ik wat ik ervan vond. Nee, maar wat eraan vooraf ging was wel een platform wat opriep. Van, zou u deze mevrouw doen? En waaronder allerlei verkrachtingsfantasieën stonden. Dus dat tot woede onder sommige vrouwelijke journalisten geleid heeft, kon ik mij ook wel heel levendig voorstellen. En dan is zo'n diepe vorming gerechtvaardigd? Nou, dan is dat een actie terug is een keer. Meestal doen we dat niet, hè, want we zijn nogal eens vaker doelwit. Maar ik denk dat hier de maat bij sommige vrouwen vol was. En geen stijl is er nog steeds, dus het is niet zo dat dat nou tot dramatische gevolgen geleid heeft. Maar volgens mij... was dat oorzaak-gevolg? Ik heb het ook nog collega's. Dit was een manier om die financiële structuren aan te duiden, hoe dat eruit zegt. Dat is niet een journalistieke aanval van de ene krant op de andere. Dit is een laten zien hoe de structuren werken en waar je in wil investeren. Laten we heel goed teruggaan naar die vrouw, dat is wel achterin. Die had een vraag volgens mij. Ja, waar ik ook benieuwd naar ben is dat er is nu een tendens gaande dat media, bijvoorbeeld in Amerika, wordt afgezet als onzin en onbetrouwbaar. Mm-hmm. Die tendens verwacht ik zelf persoonlijk ook wel in Nederland. Roept dit niet op een verantwoordelijkheid van de media om het in plaats van over de output te hebben over het proces? Dus om meer transparant te zijn. Geef eens een definitie van een feit. Wat is je proces van waarheidsvinding? Wat gebruik je als bronnen? Hebben jullie daar wel eens over nagedacht en waarom wel of waarom niet? Wie wil je die het liefst laten beantwoorden? Weet ik niet. Misschien dat jij het niet. Wie wil een beantwoorden? Zal ik het beginnen? Nee, ik denk dat juist een goed gevolg zou zijn en dat wij dat nog niet goed genoeg doen. Dus ik denk sowieso dat als dat gebeurt wat jij voorspelt, dat de enige antwoord wat je kan geven als journalist is je werk. Hè? Dus gewoon door blijven gaan, niet te veel je eigen ego het in de weg te laten zitten, te persoonlijk op te vatten, maar gewoon je werk te blijven doen. En beter uitleggen waarom je doet wat je doet. Ivana had hier volgens mij ook nog een antwoord op. Ik vind het wel een nobel streven, maar ik vrees dat je een tekort aan vertrouwen nooit met informatie kan ondervangen. Omdat je komt in een cyclus van verantwoording die nooit eindigt. En als het probleem ligt bij vertrouwen, dan zouden we op dat vlak op een of andere manier een oplossing moeten zoeken. Ja, ik denk wel, ik merk dat wij dat veel meer zijn gaan doen. Bij al onze onderzoeksproducties schrijven wij hoe we te werk zijn gegaan. We hebben inderdaad die podcast achter de schermen online. Hebben we een interviewreeks met journalisten. Hoe zij hun werk doen. Dus dat deden we 10 jaar geleden absoluut nog niet. Dus de achterkant van de journalistiek, die vonden we vroeger... daar was je heel terughoudend in. Je schreef ook nooit in de ik-vorm. Dat is echt iets van deze tijd, dat we daarin veel transparanter geworden zijn. En ik vind dat wel een goede ontwikkeling. Nou, je ziet volgens mij ook dat dat wel vertrouwen daarmee wint. Hè? Dus je ziet op het moment dat je dat doet... Daar zijn ook wel onderzoeken aan gedaan die zeggen dat dat juist brengt... dat het publiek je meer vertrouwt. Of je iedereen gaat winnen, ja, dat is misschien een beetje een utopie. Ja. Ja. Waar nog meer vragen? Ook daar, die meneer die was heel snel... Ja, ik zou eigenlijk wel van jullie willen weten hoe jullie aankijken en vinden dat we zouden moeten omgaan met een specifieke vorm van deplatforming. En dat is bijvoorbeeld eentje waar Fidan wel mee te maken heeft gehad met haar programma. En dat is eigenlijk dat als een medium, TPO bijvoorbeeld ook, ervoor kiest een bepaald iemand te interviewen. Dat er dan van buitenaf een enorme druk op uitgeoefend wordt door anderen dat dat niet mag. Dat dat niet moet kunnen. En dat eigenlijk mensen van buitenaf op de stoel van de redactie willen gaan zitten... om een bepaald geluid maar niet gehoord te krijgen. Ja, ik zou eigenlijk van jullie willen weten hoe jullie daar tegenaan kijken. En wat is de casus van, van TPO? Van TPO bijvoorbeeld net het voorstel om iemand met holocaustontkenning niet te interviewen. Ook al is de insteek van dat interview mij niet helemaal duidelijk. UvA hadden we bijvoorbeeld Jordan Peterson, waar enorme druk is op uitgeoefend... om die Room for Discussion niet door te laten gaan. Ja. Nou, dat is niet waar. Nee. Zeg maar het pleidooi vanuit de UvA was dat er een debat zou moeten plaatsvinden en niet een interview. Maar dat is niet het format van Room for Discussion. Daar zit altijd 1 persoon, dus waarom moest toen een totaal ander format gekozen worden? Waarom was het bij iemand maar het is niet dit is geen deplatforming. Oké, dan nemen we Fidan, die afgelopen week nog Wappie Voorman van Pegida in haar programma wou hebben. Wat mij betreft is dat aan de redactie om ervoor te kiezen om zo iemand te willen. Er is enorme druk op uitgeoefend om dat niet te doen. Is dat wenselijk? Hoe vinden jullie dat we daarmee om moeten gaan? Ik vind dat je als redactie onafhankelijk moet blijven. Ik bedoel, je moet je wel... ik denk wel dat je moet luisteren naar alles wat reageert op je. Op zich moet je daarvoor openstaan en ook transparant op zijn. Maar uiteindelijk ben je als redactie onafhankelijk en moet je die... onafhankelijkheid ook kunnen garanderen voor je lezers. Want anders dan ben je volgens mij geen knip voor de neus waard. Maar misschien is het ook wel handig als Fidan zelf ook nog even... want het is niet alleen met die Pegida, maar volgens mij... Nee, maar het is duidelijk hoe wij daarmee omgaan. Ja. We kregen echt hoos aan kritiek en het ging gewoon door. Ik vind... maar ik maak het programma niet alleen... maar ik heb toen wel laten weten dat ik me niet laat intimideren... en dat ik daar onafhankelijk in wil zijn. De redactie was het met me eens. Ja. En dat houden we zo. Ja. Totdat ik word ontslagen waarschijnlijk. Maar heb jij het gevoel dat je onder druk staat dan van mensen boven jou? Als het zo doorgaat en mensen komen helemaal niet meer naar het programma, dan hebben we wel een probleem. Je bent wel spraak. Ja, dank je. Ik ben klimaatactivist, dus ik ben eigenlijk wel even terug naar die discussie. En ik wil eigenlijk toch even mijn allergrootste dank uitspreken aan het medium dat gewoon gekozen heeft om wel een recht terug te hebben ten opzichte van klimaatontkenning. Ik denk even de vergoelijkende opmerking over van ja, maar antivax is echt verschrikkelijk, want dan gaan direct mensen dood. Dat tekent volgens mij een beetje de aard van de discussie. Dan gaan mensen dood op dit moment aan klimaatverandering. 1000 mensen in Mozambique op dit moment. Als wij niet... zien dat we ook mee moeten nemen de ernst van de situatie in de discussie over wat je een platform biedt. Klimaatverandering is de meest existentiële dreiging die we op dit moment hebben. Dat is niet de enige, maar als we daar alleen maar praten over van, joh, mogen we feitenvrije onzin gewoon verkopen? Mag iemand die daar gewoon een soort van complottheorie op loslaat, 15 minuten praten op nationale televisie. Het raakt me zo diep vanuit solidariteit met slachtoffers. Heb je nog een vraag? Ik heb een vraag van waarom doet de rest dat niet? Sorry. Maar het zijn een kleine groep dus, ik heb een vraag aan de meneer. Wil je dat de media verandert in een soort activisme? Dat de journalistiek losgelaten wordt? Wat zou je verwachten, wat zou je willen van de... Nou, ik denk dat... Ga spijbelen. Dat het, ja, nou, dat mag inderdaad. Ik denk dat, zeg maar, dat die neutraliteit of die objectiviteit... dat je die inderdaad wel in de context mag plaatsen van de ernst van de situatie. Ik denk dat Janne Mommers daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van is. Die gewoon zegt van, ik heb een standplaats hier. Ik heb een standpunt ook. Ik ga nog steeds goede journalistiek bedrijven, maar ik stel wel de juiste vragen... en ik geef niet alle onzin die er over het klimaat wordt verkondigd zomaar een platform. Ik ga diep graven. En hoe zit het nou met de macht? En hoe komt het nou zo dat er een enorm agressieve beweging op gang is gekomen... om te proberen oplossingen die we nodig hebben te voorkomen? Dat is mijn journalistieke taak. De vragen die je stelt, die mogen journalistiek van aard zijn... die mogen slim van aard zijn, die mogen kritisch van aard zijn... maar gewoon feitenvrije onzin een platform bieden... en net doen alsof dat evenveel waard is als duizenden wetenschappers die zeggen... dat het afgelopen is met de discussie, dat er een gouden standaard bereikt is van zekerheid over het klimaat. En dan nog steeds complottheorieën verkopen, dat is pas activisme. Dat mag ik even vragen om een reactie van... Wil je nog even reageren? Of? Dat gebeurt toch niet? Dat evenveel platform wordt geboden aan sceptici. Dat gebeurt niet. Nou ja, ik zie daar heel even, want dit is ook de kwestie over wat neutraliteit is. Hè? Dit is ook de kwestie of neutraliteit uiteindelijk is altijd voor's en tegens... En we zijn wel geneigd om te denken dat als je nu eenmaal voor en tegenover elkaar zet... en elkaar ergens in het midden vindt, dan zal het wel goed zijn. Maar in dit soort gevallen is neutraliteit... de neutraliteit van wetenschappelijk onderzoek... die op een bepaalde manier wordt vormgegeven om die neutraliteit te waarborgen. Dus om waarheidsgetrouw te zijn. En wij hebben heel veel gevallen waar wij denken dat waarheid ergens in het midden ligt... En dat we op het moment dat wij verschillende zienswijzen tegenover elkaar zetten, dat we dan er beter vanaf zijn. Maar als de kranten het advies van die meneer zouden opvolgen, zouden ze allemaal veranderen in pamfletten, denk ik. En zouden in Nederland ook geen kranten meer overhouden. Want de lezer van nu accepteert dat niet. Die loopt over naar het internet. Maar hij zegt toch alleen maar dat er geen onfeitelijke dingen in de krant gepubliceerd moeten worden? Ja, ik maak ervan uit dat hij een soort activisme... Iedere bijdrage die bij ons binnenkomt over het klimaat, als het om opiniebijdrage gaat, gaat via de wetenschapsredactie. Die kijkt, die het weegt op feitelijke onderbouwing. Dus... Maar mag ik wat zeggen? Okay. Er stond een tijd terug stond een stuk in de Telegraaf, meen ik, of een interview met Marijn Poels. Die zelf onderzoek heeft gedaan, is een filmmaker. En dat is geen klimaatontkenner, maar die vindt het wel interessant om met sceptici te praten. Ik vind dat interessant om te lezen. Is dat dan iets wat je niet zou moeten doen als krant? Ik vond de reactie... Want die mensen trekken die wetenschap dus in twijfel. Die zeggen, nee, dat is niet de waarheid. Hij zegt letterlijk in een interview, ik als journalist hoef niet per se op zoek te gaan naar de feiten. Ik hoef alleen maar meningen een platform te bieden. Ik vind dat kwalijk. Gezien de aard van het probleem. Dus jij wil dat solidair verklaren? Want ik denk dat dit helder is. En er zit daarachter een mevrouw en die heeft al heel lang de arm in de lucht. En die mag nu ook vragen stellen. Ja, ik vroeg me af in hoeverre er een soort dubbele standaard is voor, in de discussie over deplatforming voor de meer linkse en rechtse media. Want ik vroeg me af in hoeverre is er een discussie of de Telegraaf een diepte-interview gaat doen met Jesse Klaver... is er niet een veel hogere standaard voor sommige media dan voor anderen? En er is toch ook al een enorm platform voor sommige, bijvoorbeeld een Jordan Peterson. Mogen dan niet sommige media ook dit hebben van, we bieden daar een tegenwicht tegen. Of we hebben een ander doel, we willen feiten aan het licht brengen. Kan je dan niet de media misschien meer zien als een geheel in plaats van, allemaal verschillende ervaren platforms? Jullie inderdaad, ik ga even naar Corine, denk ik. Ook. Maar ervaren jij... misschien voor jou ook een goede vraag, maar ervaar jij een dubbele standaard? Inderdaad, dat bij de Volkskrant jullie iedereen aan het woord moeten laten, terwijl misschien zoals... Nou, wij willen wel een heel breed podium zijn. Wij willen ook geen links of rechts medium zijn. Nee. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk verschil is. We hebben natuurlijk columnisten, maar ook daar hebben we een breed spectrum. Ja. En we hopen dat de lezer zijn eigen mening vormt op basis van het brede palet wat wij bieden. Ja. Mag ik nog even reageren? Ja, ik vind dat wel heel belangrijk is dat je in Nederland eigenlijk... je hebt de zogenaamde kwaliteitsmedia. En dan bedoelen we dan de kranten mee, maar ook televisie. En die gaan eigenlijk vaak uit van een idee van neutraliteit. En waar je denk ik wel gelijk in hebt, is dat je op de rechterflank, en dan denk je aan Telegraaf of aan Elsevier, zie je dat er een veel activistische vorm van journalistiek bedrijven is, die je veel minder ziet in de kwaliteitskranten. Ja, eigenlijk is dat dus niet zo. Dat is omdat dat gewoon veel duidelijker en wat, ja, hoe zeg je, transparanter wordt gebracht. Terwijl als je kijkt naar NRC's, die voeren toch ook gewoon actie. Alleen al uit het hoofdredactioneel commentaar weet je natuurlijk waar een krant staat. En je ziet toch echt wel overduidelijk waar een krant staat. En ik vind dat de NRC daar ook een bepaalde positie in heeft. Jij zou willen zeggen dat de NRC campagnejournalistiek voert, zoals de Telegraaf? Waarin ze dus echt proberen om bepaalde... Nee, ik zeg zo neutraal zijn ze niet. En het is vaak wel activistisch, natuurlijk wel. Als je kijkt naar Peter van der Meers, die toen hij bij NRC zat aanschoof bij de Wereld Draait Door. Hij hoefde niks te zeggen, ik wist wat hij ging zeggen. Dan weet je toch waar een krant voor staat. En dat is toch ook wel een vorm van activisme en campagne voeren, zou ik niet willen zeggen. Ik zou dat toch echt wel... Maar daar vergissen mensen zich in, dat dat dan zo neutraal zou zijn. Dat is gewoon niet zo. Je hebt... Zeg maar, een krant heeft natuurlijk een bepaald profiel. Wie vindt dat? Ja, daar ben ik wel heel benieuwd. Maar er is wel echt een enorm verschil. Ik zie al een paar knikken, dus laten we gaan door. Nee, we gaan wel door naar deze meneer hiervoor, want die had een vraag en die zat ook al heel lang. En daarna gaan we naar die meneer. Voor mij mag het verhaal of maar. We gaan even naar deze vraag hiervoor. Oh ja. Nou, ik vond wel dat er eigenlijk in de vraag die u stelde over... nou, eigenlijk een beetje de kernvraag van dit evenement natuurlijk. Van, moeten wij een platform bieden aan? Dat is, en daar ligt best een interessante aanname in... dat wij in een positie zijn om een platform te bieden aan. En in dat kader vond ik het ook interessant wat u zei over Erdogan. Dat hij namelijk eigenlijk in het begin van... dat hij opkwam eigenlijk helemaal niet zoveel media-aandacht kreeg... en dat hij later zelf eigenlijk de media soort van de mond gesnoerd heeft... lijkt het jullie niet eerder met, bijvoorbeeld in het geval van iemand als Thierry Baudet, dat hij eigenlijk het platform dat jullie hem kunnen bieden helemaal niet nodig heeft. En dat eigenlijk door hem een soort van te willen bewust niet aan het woord laten of zijn standpunten bewust niet te articuleren, dat je eigenlijk vooral jezelf buitenspel zet. En eigenlijk niet hem. Laten we naar een antwoord gaan, ja. Ja, dat klopt. Dat ben ik met je eens. Ik denk dat hij zijn achterban wel weet te bereiken. En ons daar niet per se voor nodig heeft. Dus ik denk dat wij moeten denken aan onze lezers... en hoe wij hen daarover willen informeren... en dat wij hen daarin ook niet informatie willen onthouden. En onze rol is het... op allerlei manieren kritisch volgen van de macht. En dat moeten we doen met iedereen die daarin zit. Of het nou bedrijven zijn in de energie, of politici, of de antivaxbeweging. Volgende vraag. Oh. Ja. Ik ga even naar de volgende vraag. Ja, zij zijn alweer wat stappen verder. Maar ik had nog een vraag over die grens die nu heeft gesteld... waar hij bewondering voor heeft gekregen over het klimaat en over feiten. En meneer daar zei dat de overstroming... dus dat de klimaatopwarming echt heel veel levens kost... en die verschrikkelijke overstroming in Mozambique... dat dan te maken heeft met die klimaatopwarming. En dat werd eigenlijk een beetje aangenomen als een feit. Maar stel dat iemand nou dat betwist met argumenten, zou die dan bij jullie dat mogen plaatsen? Ja, als jij betwist dat Mozambique gebeurt vanwege de opwarming van aarde, natuurlijk, daar mag je best over met elkaar van mening over wisselen, zeker. Dus daar is geen grens? Nee. Maar daar kan je dan iemand ook weer op laten reageren? Ja. Even kijken hoor, ik wil even naar de laatste vraag gaan, dus ik weet niet of er nog iemand iets wilde weten. Oké, doen we nog twee laatste vragen, die meneer hiervoor en daar zit daar een mevrouw. En dan gaan we bier drinken. Ja, mevrouw Fidan zei net over de beïnvloeding van een programma, hè, en daar schrik ik van. Van dat uw programma onder druk staat, hè? Dus je maakt wel een grap van dat ik ontslagen word. Maar dat nou, niemand... dat maak ik grap ook op, een beetje hoor, maar ik... Nee, maar ik schrik daarvan. Dus niet dat hij ontslagen zou worden. Ik vind het niet zo gek als dat zou gebeuren. Maar dat er niet op gereageerd wordt. Want dat betekent dat je eigenlijk de journalistiek hier niet onafhankelijk is. En dus dat is het punt. En mijn vraag is, ik schrik er ook. Ik zeg regelmatig, en mijn vraag is, we zijn toch niet in Turkije? En mijn vraag aan u is, wat doet u daarmee? Hoe wordt, kijk, wij zitten hier vanavond, maar hoe wordt dit kenbaar gemaakt? Dat mensen weten wat er speelt. Nou, ik heb een essay geschreven of een opinie. Het staat morgen in de Volkskrant en dat gaat hierover. En ik roep eigenlijk op tot solidariteit. Want ik denk, op dit programma wordt vaak gezegd, ja, maar dit programma was ooit bedoeld voor de moslimgemeenschap. Wat niet zo is. Het is een multicultureel programma, of hoe je het ook wil zeggen. Het is echt niet alleen, het is ook voor Joden, het is ook voor christenen en noem maar op. Ik heb binnen die gemeenschap die ons zo aanvalt, en dat is dus echt vanuit de moslimgemeenschap, en ik zeg ook altijd gesteund door ja, regressief links of mensen die ik vrij extreem links vind, die ja, denken dat ze die mensen moeten steunen. Ik zou een steun willen vanuit die hoek. En dat staat in dat stuk. En dat is nodig. Meer kan ik niet doen. Ik kan alleen maar blijven doen wat ik doe, maar ik heb die steun gewoon nodig. En niet zozeer omdat ik dat programma wil houden, maar omdat ik het best zorgwekkend vind wat daar gebeurt. En dan heb ik de helft nog niet verteld. Wat is net as the world turns, zeg ik steeds. Maar echt wat we daar meemaken, dat is echt ongelooflijk. Dat mensen gewoon weigeren te komen om bij ons te zitten, want dan maak je blijkbaar een bepaald statement. Terwijl volgens mij, ja, we behandelen wel eens gevoelige onderwerpen, maar echt niet dat mensen niet heftig bij jou komen, dat is toch een goed recht, of niet? Ja, maar weigeren te komen omdat zij zeggen, het argument, ik parafraseer, wat werd er gezegd? Het programma voert onder leiding van Fidan Ekiz een koers waarin de witte man centraal staat. Dat vind ik wel wat anders dan, want het zijn mensen die een mening hebben. Dat is toch een vrije meningsuiting, dat mogen ze toch vinden? Ja, ik vind dat best zorgwekkend. Natuurlijk mogen ze dat vinden, maar als van de 10 mensen die wij uitnodigen, 9 mensen zeggen, wij boycotten jouw programma, omdat wij vinden dat daar te gevoelige onderwerpen worden behandeld. Het gaat mij er niet om dat ze komen. Ze hebben alle recht om niet te komen en ze hebben alle recht om te weigeren. Waar het mij om gaat is dat er dus blijkbaar iets aan de hand is binnen die gemeenschap, waarin censuur wordt opgelegd aan hunzelf. Want er zijn mensen die zeggen, ik wil graag komen, die hebben een verhaal en aan tafel vertellen ze een heel ander verhaal en dan zeggen ze daarna, nou ja, ik durfde het niet. Dat vind ik wel zorgwekkend. Je hoeft niet te komen, maar dat speelt in de gemeenschap. Vind jij dat dan niet zorgwekkend? Ja, ik heb geen idee. Mensen bang zijn om die vuile was buiten te hangen. Ja. Nou, ik vind het, kijk... Oké. We gaan hier zo over verder praten met een drankje. Ik zeg ook regelmatig nee als ik ergens word gevraagd. Ik wil nog even naar de laatste vraag. Ik ken wel mensen die niet naar dat programma willen komen. Maar ik snap niet waarom je daar nu de nadruk op legt, terwijl je ook zou kunnen denken, hey, dit is best alarmerend. Dit is regressief links waar ik het over heb. Die zijn het gewoon niet eens met de inhoud van het programma. Ja. Oké. Jongens, we hoeven niet naar jouw programma toe te komen. Ja, maar jij snapt nu, nee, maar ik maak me hier zo boos om. Je snapt heel goed wat mijn punt is. Je zou best kunnen zeggen, ja, inderdaad, binnen die gemeenschap kunnen bepaalde onderwerpen niet worden besproken. Mensen zoals ik, en er zijn er nog heel veel, die worden door partijen als Denk aan de schandpaal genageld en door mensen uit die gemeenschap aan de schandpaal genageld. Ik zou ook mijn steun kunnen uitspreken, maar dat doe je nu niet. Hij is er één van overigens, iemand die constant wordt aangepakt. Ik zal ook een voorbeeld geven. Het gaat niet alleen om de media. Het is altijd zoeken naar andere redenen om die steun maar niet uit te spreken. Er is al sprake van die platforming in Nederland. We hebben het nu over de media. Ja, toch? Kijk maar naar de kunstwereld. Ik ken hele goede filmmakers die niet meer aan financiering komen, omdat ze bekend staan als niet correct. En ik zelf ben afgelopen jaar ook bezig geweest met een filmscenario. Ik werk met een hele goede regisseuse en we gaan naar producenten en die vinden het scenario allemaal best wel goed. Maar zeggen ze, het is te heftig, te cultuurkritisch, we krijgen hier geen geld voor. Het is intimidatiepolitiek. Dus, zolang je maar blijft weigeren, stopt het wel, wordt zo iemand gedemoniseerd en uiteindelijk verdwijn je vanzelf en bloedt het dood. Dat is wat er gebeurt. Nou ja, kijk, en wij zijn in de minderheid, so we could use your help. Nee, maar ik denk dat als we het over Denk hebben, dan zou ik dat zeker stellen. Ja, maar dat is makkelijk. Schieten op Denk is makkelijk. Schieten op Denk is makkelijk. Maar wat ik wil zeggen, ik ken mensen persoonlijk die het gewoon geen prettig programma vinden en daar liever niet naartoe gaan. Dat is toch een vrijheid. Ja, maar ik leg toch net uit dat daar niks mee... Dit zijn mensen die standaard aan die tafel zaten en nu weigeren te komen omdat ik hem presenteer. Ja, vanwege onderwerpen die we zouden behandelen, waar echt niet zoveel in is veranderd. Want Pegida bijvoorbeeld zat voor mij ook... Kijk, ik vind, wat mij opvalt is, we leggen nu iets bloot. Ik ben echt achter dingen gekomen sinds ik het presenteer. Het heeft niet eens zozeer te maken met of iemand komt of niet komt, maar de gesprekken die we natuurlijk voeren met mensen, de boycotten die worden gedaan via internet, hoe de redactie zich ook geïntimideerd voelt en bang is om de gemeenschap te kwetsen. Ik denk best wel, ik wil heel graag vooruitgang, ik wil heel graag die emancipatie binnen de gemeenschap. Hoe moet dat lukken? Als de mensen die kunnen praten en die durven praten en het podium hebben, zoals wij, want dat heeft ook niet iedereen. Vooral als je alle bagger niet over je heen wil krijgen, durf je dat vaak natuurlijk ook niet. Hoe moeten we dat doen als we daarin worden beperkt? En dat vind ik zorgwekkend. En daarin, het gaat niet om de Nieuwe Maan, daarin hebben die mensen, en het zijn er nogal wat. Khadija Harip is er een van, Keklik Yücel is er een van, Erdal is er een van. In de jaren 70 werden in Turkije... Dat dit in Nederland gebeurt, vind ik echt schandalig. Schokkendere films gemaakt dan... wat ik van plan ben om te maken. En het lukt ons niet. Nee. In de jaren 70 lukt dit in Turkije wel. Maar dat is gewoon die platform. Het is al aan de gang hier. Ja. Ik ga nu echt naar de laatste vraag, want daarna is het afgelopen, vrees ik. Die mevrouw daar. Ja, misschien een tikkeltje samenvattend. Ik vond het ontzettend fijn om te horen welke rol of verantwoordingsrol de traditionele media innemen in dit hele polariseringsdebat. Dus dan hebben we het over televisie, over kranten, over bijvoorbeeld een nieuwssite. Maar onderschatten we niet enorm de rol van sociale media zoals Facebook en Google, die door middel van... dat je het hebt over echo chambers die zich vormen op Twitter. Als het gaat om dat je ziet dat Facebook voor 75% van de Amerikanen de voornaamste nieuwsbron is. Onderschatten we die rol van sociale media die misschien niet zo'n moraalbesef hebben of een eindredactie hebben zoals onze traditionele media dat hebben. Onderschatten we die niet? Het is heel goed dat je die vraag stelt, want die vragen had ik ook voorbereid. Daar zijn we niet naartoe gekomen. Dus ik wou hem graag aan Ivana geven, want die heeft daar volgens mij... zich in verdiept. Nou, ik denk niet dat we hem onderschatten, maar dat de controle erop is moeilijk. Dus ik denk dat er wel breed besef is over het feit dat de invloed van de sociale media enorm is. En ik denk dat het ook... Kijk, problematisch bij sociale media is dat die hele kwestie van neutraliteit, die wordt een beetje door techneuten ingevuld. En dat moet je niet aan techneuten overlaten, want het is een kwestie van inderdaad ook een soort politieke, maatschappelijke debat dat je hebt, wat wil je wel, wat wil je niet. Niet zo lang geleden is er een groot onderzoek geweest waar Volkskrant ook aan meedeed en een correspondent over radicalisering door YouTube-video's. Waar je ziet eigenlijk hoe een algoritme die bedoeld is om je zo lang mogelijk achter je computer te houden, bepaalde politieke gevolgen heeft. En helemaal niet zo neutraal is, maar wel vanuit zo'n bedrijf van binnen wordt beschouwd als wel neutraal. En daar zit wel een discrepantie. Maar ja, aangezien dit ook wel globale bedrijven zijn, is de kwestie van regulering, ja, daar kun je niet echt direct aan beginnen. Dan zou je wel aan een pittiger en heftiger maatschappelijke debat daarover kunnen beginnen. Dat wel. Ik ga afronden daarbij. Dat is nog genoeg stof voor een verdere discussie. Maar ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken dat jullie hier waren. En heel graag tot de volgende keer. En hopelijk zien we jullie zo bij de bar.